Oh, ik kan het gewoon met mijn voeten, kijk nou! Zo! Zo! Ik ga als leidinggevende gewoon leidinggevende dingen doen, dus ik zie jullie zo. Bro, hoezo doe jij altijd het makkelijke werk, bro? Zo! Holy moly, wat is dat? Wie the fuck is Bas? En wat moet een andere man bij jou alleen in mijn huis? Hallo dames en heren, hallo, goedenavond, goedenavond, hallo, 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 Flaptor, Nathalie, Richard, Moortje. Miss Christy, what's up? Witte, goedenavond, Ronaldo de Goat. What's up, Lina, what's up? Anne, Jessica, Joey, what's up, man? Fijn om je te zien dat je toch gekozen hebt om Power World te gaan streamen. Ja, zeker. Ik dacht toch van, wat is nog niet gebeurd hier op YouTube? Nederland. Power World. Oh, wacht. Wel. Maar goed, ik speel al een tijdje Power World. Dus voor de mensen die het niet kennen, denk je ineens van wat is dit nou weer, joh, gast? Pokémon met wapens. Dat is sick. Nou, dat speel ik nu. Dus dat is wel cool. What's up, Fleur? Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. What's up, Cookie Monster? Akosuki. What's up, what's up? Wie hebben we nog meer? Doomai. Bezafits, Margreet, Max, what's up, goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Fijn om jullie weer hier deze avond te mogen zien. Uw naam in de chat brengt mij vreugde. Uw naam meerdere malen in mijn chat brengt mij woede. Maar goed, dat is dan als je spamt, bedoel ik dan, hè? Niet als je gewoon vaak wat zegt, maar gewoon... Ja. 7 maanden, wauw. Hoe is ie? Hoe was je dag? 7 maanden. Oh, Annette Kuch is er al vanaf het begin bij, sinds dat ik ben begonnen op YouTube streaming. Elke dinsdag, woensdag, donderdag nog steeds live. Aanstaande donderdag overigens geen livestream. Dan heb ik een afspraak en daar kan ik niet omheen. Dus donderdag is er geen livestream. En als het goed is, eind van de maand ook niet. Maar dat laat ik allemaal weten in de Discord natuurlijk. En ik plan al mijn streams in. Dus als je niks ingepland ziet staan op YouTube, dan weet je gewoon, geen livestream. Als je lid bent, word je sowieso op de hoogte gehouden. En als je niet lid bent, ja, weet ik niet hoe ik jou op de hoogte ga kunnen houden. Maar goed, dat terzijde. Goedenavond, Jaden. Goedenavond, Mike. Rosalie. Zeddy Danny. What's up? Goedenavond. Rabinho. Fijn dat jullie weer allemaal zijn. Hallo, Margreet. Ik ben donderdagjarig. Oh, dan ben ik precies op jouw verjaardag, Noelle. Ben ik er niet. Dat is misschien wel beter, maar dan kun je gewoon je verjaardag vieren. En dan hoef je niet per se bij mij te kijken en dan te zeggen... te hopen dat ik zeg gefeliciteerd Noelle. Maar bij deze. Gefeliciteerd. Oude pik, oude pap. We gaan er weer gezellig voor zitten. Vrolijk gezicht. Dankjewel Annette en trouwens voor die 7 maanden. Dat wordt gewaardeerd. Mijn dag was saai. Nou, semi-saai. Goedenavond. Liggend streepje hier. Liggend streepje laf. Het was een semi-saai. En de reden waarom is omdat... ik heb heel veel saaie financiële dingen gedaan. Belastingdingen en facturen en bonnetjes en hoofdpijndingen. Saai. En moest nog wat pdf's moest ik nog maken met het management. Saai. Dus ik heb niet veel kunnen doen eigenlijk qua content. Dat is een beetje jammer. Goed. Dankjewel CookieMonster85 voor de 6 maanden. Fijn dat je er weer gezellig voor zit. Ik zit er ook weer gezellig voor. En ik weet niet of jullie Power World kennen. Maar yo, als je Power World niet kent, gooi even een 1 in de chat. Want ik ben heel erg benieuwd of er mensen zijn die deze titel zagen en de thumbnail en dachten, Power World? Dat weet ik niet. Ik ben oprecht benieuwd. Iedereen die liegt mag geband worden. Oh, Jasper. Oké, dat is al 1. Jade, dankjewel voor de 7 maanden. Goedenavond. Fijn dat je weer erbij bent, Jade. En Nathalie23, dankjewel voor de 5 maanden. Thank you very much. Serieus, zijn er nog zoveel mensen die het niet kennen? Oké, had ik niet verwacht. Ja, had ik niet verwacht dat er nog zoveel mensen zijn die Power World nog niet kennen. Power World is basically Pokémon met wapens. Het is cool. Misschien kan ik... Het is cool.
Het is zeg maar helemaal als je bent opgegroeid met Pokémon zoals ik vroeger. Met de Game Boy Color. En die oldschool dingen. Dan vind je Palworld echt helemaal de shit. Want je ziet het al. Ja, bro, dit is toch gewoon... Hoe heet ook weer die? Electabuzz heet die. Daar helemaal rechts. Linksonder zie je... Meowth? Nou, het lijkt niet echt op Meowth. Die andere roze beer van Pokémon. Ik weet niet. Maar goed, dat heeft wat vergelijkenissen hier en daar. Dat maakt het niet minder leuk. Want dit is fantastisch. En als hier een jasje van Pokémon omheen zat, was het ook fantastisch geweest. Maar dat is niet. Want het is een Pocket Pair die het heeft gedaan. En deze game is echt heel erg leuk. Ik heb alleen wel even een dingetje. En daar heb ik jullie een klein beetje misschien voor nodig. Want aangezien er redelijk wat mensen zijn dus die de game nog niet kennen. Vraag ik mij af, zal ik de game opnieuw beginnen? Of moet ik laten zien wat ik nu al heb gedaan? Want ik heb namelijk in mijn privé tijd met Jasper al best wel veel gespeeld. En we hebben al best wel wat dingetjes gedaan. We zijn nu level 33 geloof ik. Maximum level is 50, dacht ik uit mijn hoofd. Zoiets. We hebben 2 basissen. We kunnen een derde al maken. We hebben best wel veel dingen. Ik kan misschien ook wel even laten zien wat ik nu heb. En dan daarna dat we beslissen van... Hey, ga door met dit of begin opnieuw. Want het kan allebei. Ik kan sowieso wel... Laat ik dat even doen. Ik zie heel veel opnieuw. We kunnen sowieso even een poll starten. Tim, als jij nu even alvast een poll start... van yo, opnieuw of verder... Gewoon één van die twee. Dan laten we die poll gewoon aanstaan... totdat ik me afvraag... Oké, wat gaan we doen? Laten we dat doen. Dus een Palworld wereld opnieuw... of verder. Dan ga ik hem even starten. En dan laat ik even zien... wat ik nu heb. Dag 51 zitten we ook al op. Ik moet hem sowieso even offline starten. Op je muil, boef. Oh, boef! Jordi met de 20 euro op mijn mel. Poef. Hey, dankjewel Jordi, man. Mag ik even een J in de chat van Jordi? Mensen vragen altijd om een W. Mag ik een W in de chat? Mag ik een J in de chat voor Jordi? Thanks, man. Dankjewel Jordi. Dankjewel voor de 20 euro. Dat is bijna deze game. Deze game is namelijk volgens mij op dit moment 28 euro. En het heeft gewoon zoveel meer content dan dat je verwacht. Maar goed. Dit is wat ik nu heb gedaan. Ik zal mijn camera even een beetje goed neerzetten. Hier zo. Even kijken. Kijk, we hebben hier een klein huisje. Dat heeft eigenlijk Jasper helemaal gedesigned. Want ik ben niet echt van de survival dingen huizen maken. Bovenverdieping is zeg maar mijn brein. Ook gewoon leeg. Beneden hebben we leuk. Kijk, gezellig heeft Jasper allemaal gemaakt. Supermooi. Jasper komt er ook zometeen even bij. Cool dit. Vet cool. We hebben hier wat... vette pals. En die pals die werken dus voor jou in de basis. Nou, nu zie je hier. Hier hebben we een soort breeding station. Dus dan kun je 2 pals laten doen. En dan... Oh, deze moet ik even trouwens optillen. Want die heeft nu geen partner. Dus die kan ik gewoon dan zeggen van... Yo, ga helemaal gewoon weer aan het werk. Normale dingen doen. Oh, hij gaat naar de breeding farm. Dat wil ik niet. Hij moet even iets met water. Okay, we hebben hier 2 van die dingen staan. Heeft hij water? Dus als je net bent gaan kijken en je kent nog helemaal niks van Palworld, dan denk je echt, wat gebeurt hier? Maar goed. Nou, we hebben ook heel veel spul. Leuk, vet, sick. Dit is ook een vet ding. Heel cool. Dit gooi ik er even snel in. Doe ik even snel zo, want dit is nog een bug en dat werkt dan. Heel goed, mooi, nice. Cool, dus daar wel een cool ding. Daar wel een cool ding. We hebben best wel veel dingetjes gedaan al. Een hot tub hebben we zelfs voor de pals. Kijk eens even, fantastisch van een hot tub. We hebben ook gewoon upgraden hot tub daarachter. Want die pals die werken dus voor je. En die moet je dus tevreden houden. En die hou je tevreden door gewoon af en toe een beetje te laten zien dat het een soort van sauna hier ook buiten is. Maar dat is 1 basis. We hebben hier namelijk nog een basis. Even kijken, dit is allemaal een beetje wat ik van de map al heb ontdekt. Zoals je ziet, de map is echt heel groot. Maar echt heel groot. Dus het teleporteren is super handig. En hier hebben we de 2e basis. Ga ik daar ook even heen. En hier hebben wij een soort ore farm. Oftewel, we hebben hier gewoon deze ores die je kan hakken. Ik kan hem ook eentje even oppakken, maar die kan je hakken. En we hebben nu speciale pals. Die kunnen dus heel goed minen. En die zijn dus nu al aan het minen. En dan tillen ze het hier naar de doos. Gooien ze het in de doos. En dan zetten wij af en toe even het vuurtje aan. Zo, plop, plop, plop. En dan gaan ze...
komt er een vuurpaal. En die vuurpaal die gaat dan zorgen dat dit verbrand wordt en dat er ingots komen. Kijk, daar gaat hij. Nou, dan gaat hij, gaat dat ding lopen. Nou, die is aan het slapen in de hot tub. Dat vindt ze lekker. Hij? Oh, nee, het is een ze. Het is een vrouw. Dat zie je ook naast de naam. Er staat een vrouwentekentje. Cool, dus zo heb je allemaal verschillende dingen. Grappig man, leuk. Geinig. Dus dat is een beetje... En dan... Oh ja, wat je dan ook hebt, is je hebt die linksonder. Wow, ik hoorde ineens pling pling. Wat is er nou voor huis? Linksonder heb je dus allemaal verschillende paals die je kan vangen. En die zijn van jou. Dus die kan je gewoon met die bal kun je gewoon pakken. En dan kun je gewoon die gooien. En dan gaan ze gewoon allemaal dingen doen. Hoe cool is dat? Nog cooler is dat je ook zelfs een paal kan hebben. En dan kun je gewoon op gaan zitten en vliegen. En dan kun je gewoon wiii, de hele wereld over. Het is echt insane. Oh, mijn cam? Oh ja, ik zie het. Ja, mijn cam loopt ineens vast. Je camera loopt vast. Sinds kort. Ja, oké, doei. Zo, dat hoorde ik dus met pling. Raar. Thanks, chat. Maar dan kun je dus helemaal vliegen. En dan kun je dus de hele wereld kun je dan over. Je kan helemaal daar naar boven. Je kan helemaal daar naar dat ding wat het ook is. Dat is een boom volgens mij, ja. Even kijken hoe hoog we kunnen. Maar je kan dus echt super ver. En dat allemaal zonder lag, zonder rare dingen, zonder... Oh, nu is mijn stamina op. V-teken. Wat is er met de VT? Oh, have fun. Oh, dankjewel Alex Jansen. Dankjewel, ouwe. Thanks. Dus ja, deze game is best wel huge. Heeft wel heel veel weg van Pokémon inderdaad. Maar dat maakt het niet minder leuk, man. En op Gamebox... Gamebox? Oh, mij dan. Dat dan weer. Xbox Game Pass. Dit is geen reclame. Heb je hem gratis? Ik heb al zo'n abonnement op PC Game Pass van Xbox. Dus dan kun je het gewoon gratis spelen. En dat doe ik. Want op Steam is je €28. En ik dacht zoiets van... Ja, als gratis kan. Ik ben een Nederlander gast. Ik moet gewoon lekker gratis kunnen. Prima. Maak je gebruik van een armor shield bug? Dat je je glider die je daar aanklikt en dan wisselt naar shield? Nee, dat doe ik niet. Nee, ik maak daar geen gebruik van. Ik maak echt gebruik van één bug. En dat is met dat eten. Dat ik gewoon de timer opnieuw zet. En dat is het. Daar heb je bedden. Die bedden zijn van de pals om daar te kunnen slapen. Want als het nacht wordt, zoals het nu bijna wordt. Linksonder zie je zo'n klein zonnetje. Dan gaan ze hier allemaal slapen en dan moeten ze tot rust komen. Ze hebben ook eten nodig natuurlijk. Dus als ik even van mijn ding af ga, dan zie je hier eten. En dan kun je hier eten in doen voor de pals die ze gaan. Die hebben, als ze honger hebben, dan kunnen ze dan hier uit gaan eten. En zo moet je zorgen dat je ze een beetje in toon houdt. Je kan ook dirigeren hier zo en zeggen van, yo, ik wil dat jullie keihard gaan werken. Of gewoon iets harder. Als je bijvoorbeeld snel even wat nodig hebt en je hebt geen zin om te wachten, dan laat je gewoon wat harder werken. Een beetje slaven. Weer hoor ik. Pliling, pliling. Wat doet mijn camera raar? Hij viel weer uit, hè? Ik weet niet wat er aan de hand is. Heel gek. Ik doe gewoon even opnieuw. Momentje hoor. Ja, ik weet het. Hij loopt nu weer vast. Ik weet het. Hopen dat hij nu wel gewoon blijft doen. Kun je ook vechten? Ja, zeker. Wacht. Ik laat je wel even zien. Dat is wel grappig. Kijk, ik heb nu een zaklamp op zak. Dus het wordt... Het is donker. Maar ik heb hier zo heb ik een klein zaklampje. Een hip lantern. En deze hip lantern zorgt ervoor dat ik dus nog dingetjes gewoon kan zien. En je kan dus, dat is heel erg cool. Oh, gaat spullen. Je kan dus het beest laten aanvallen. Dus gewoon met linker muisknop of met E. Of je kan, zoals je hier bijvoorbeeld een schaap ziet, kan je op C drukken. En dan heb je een dikke aanval. En dan bericht je een beetje. En dan boom. En dan mis je. Maar goed. Als ik raak, dan is hij waarschijnlijk in één keer dood. Oh, mag ik even raken? Dank je. Nou, en dan is hij dood. En je kan tegen bossen vechten. Je hebt daar van dat soort kampen. Die kan je ook verslaan. En dan zit er in die kooi zit er een bal. Die kun je dan vangen. En dan heb je dus weer een nieuwe erbij. Je hebt echt superveel verschillende. Je hebt ook een soort paldeck. Wat eigenlijk gewoon een Pokémon Dex is. Met allemaal pals die je kan vinden en zoeken. En zoals je ziet heb ik er heel veel nog niet eens gevonden. Want sommige die kun je ook alleen maar vinden of zien als je ze gaat... breeden, zoals je samen maakt. Dus best wel uitgebreid. Best wel cool. Hier ligt een bal. Want, wat ik even wil laten zien, is je kan dus ook een,
een paal vangen. Dus als ik bijvoorbeeld nu hier even afstap. En ik neem deze even weer terug. Oh, hij ging aanvallen zomaar. Dan kan ik bijvoorbeeld even mijn handgun pakken, want je hebt een geweer. Ik kan ook die paal zijn geweer geven. Oh, nu gaan die gasten voor mij af. Ik wil even... Oh, kijk nou, een ei. Het ei kun je dan in een incubator doen en dan kun je ei-dingen krijgen. Of paals krijgen. Even kappen. Deze zijn level 5, dus no match for me, man. Because I'm level 35, man. Maar ik wil even laten zien hoe je zo'n paal vangt. Want je kan dus gewoon een bal gooien. Even kijken, 1 schot. Ja. Ja, je kan een bal gooien. En dan kun je net zoals hoe je dat Pokémon doet, kun je hem dus vangen. En dan... Dan heb je hem gevangen. En dan zit hij in je paaldeck, in je ding. En dan kun je hem in de basis, kun je dan in je management, kun je hem dan pakken. Maar ik kan deze nu even losmaken. En dan laat ik hem vrij. En dan vang ik hem eigenlijk als het ware als beloning. Zo, Sparkit. Nou, cool. Dan heb ik die gevangen. En elke paal die heeft een eigen soort specialiteit. Als ik kijk naar mijn party en ik klik even eentje aan. Mijn camera zit er een beetje voor. Maar er staat hieronder staat passive skills diet lover. Dus dat betekent dat hij minder snel honger krijgt. En sommige hebben hele handige dingen. Sommige hebben vervelende dingen. Maar daar kun je alles mee doen. Je kan het verkopen voor coins. En die coins kun je dan weer uitgeven op in een merchant. Het is echt een super, super, super uitgebreide game. Ik kan misschien ook nog wel deze proberen te vangen trouwens. Als die slaapt. En je krijgt een backbonus omdat je hem in zijn rug pakt. 23% kans. Nee. Bam. Nu dan. Oh. Nu dan. En je hebt dan verschillende soorten ballen. Als je rechtsonder kijkt zie je nu een groene bal. En dan zie je een gele bal. En je hebt ook nog een paarse bal. En je hebt allemaal verschillende soorten ballen. Oh, die heb ik hier ook in mijn inventory. Verschillende soorten ballen. En die kan je dus gewoon de hele tijd bij je dragen. En hoe groter of hoe beter de bal... hoe grotere paal jij kan vangen. Okay, dit soort kleintjes, daar heb je natuurlijk gewoon zo'n blauwe voor nodig. Oh. Nou. Dank je. Gewoon 2 verneukt. Dus ik ben in deze ben ik al aardig ver, inderdaad. Nou, nice. Ik moet er nog 2 vangen. En dan heb ik er 10 in totaal gevangen. En dan krijg ik een experience bonus om sneller te levelen. Maar goed, dat is dus wat ik allemaal al heb. Best wel veel al. Maar ik kan ook zeggen van... Yo, we gaan gewoon even opnieuw. En we vogelen het een beetje uit. Game ziet er echt goed uit. Ja, ik vind dat ook. Kijk, wat we dan kunnen doen is misschien... Misschien dat ik het als een soort van serie kan doen. Maar dat ligt helemaal aan hoe de eerste, tweede of derde video gaan lopen op het kanaal. En dan kan ik hem tussen de dagen ingooien. Dus dat we 3 afleveringen per week hebben of zo. En dat ik dit dan gewoon ga spelen in een soort eigen map. Maar goed, als het goed is er een poll. En de poll is echt 50-50, man. Damn. De poll zegt 52% zegt opnieuw. 53% zegt opnieuw. 47% zegt verder met deze. Oké. Okay. Goed. Ik moet trouwens even weer vliegen naar een fast travel. En dan moet ik... ik ga wel rechtdoor. Dat is prima. Ga door, spel is kapot groot. Dat klopt. Als je inderdaad opnieuw begint, dan is het wel weer inderdaad een hele struggle. Want dat duurt echt lang voordat je dan überhaupt ergens bent. Maar je maakt wel dingen helemaal weer opnieuw mee. Maar ja, 54% zegt opnieuw, man. Dus het is echt een moeilijke keuze weer. Bedankt, hè. Bedankt, chat. Voor serie zou ik een nieuwe map starten. Ja, dat sowieso. Maar ik weet dus niet of het serie-wise leuk is, zeg maar. Ik weet niet, want Palworld wordt heel veel gespeeld. Ik bedoel, dit is de tweede meest gespeelde spel met de hoogste piek aan spelers ter wereld op Steam geweest. En deze game is ook op de Xbox Game Pass. Dus er waren eigenlijk nog meer mensen aan het spelen, maar die cijfers zijn nog niet naar buiten gebracht. En er waren namelijk op een gegeven moment 2,1 miljoen mensen tegelijk dit spel aan het spelen. En de eerste
game die dat ooit heeft bereikt was PUBG. PlayerUnknown's Battleground. Ik weet niet of jullie dat nog weten met PUBG. Dat was namelijk iets met 3,8 miljoen of zo. En deze heeft dan de tweede plek nu. Dus het is zo intens populair. Maar ik ken helemaal niemand die het speelt. Ik ken letterlijk niemand, behalve Jasper. En dat is de editor. Dus dat, like, hè, dat is meer zo van, yo bro, gaan dit spelen. Yo, yo, let's go, let's get it. Dus het is een beetje zo van, hé? Hoe kennen jullie dit niet? Hé? Heb je ook multiplayer, zoals een server als je anderen kunt aanvallen? Ja, je hebt multiplayer, je hebt de PvP, je hebt dedicated servers sinds kort. Ze hebben nu net een update gedaan dat je dus ook een eigen server kan doen waar mensen kunnen joinen. En je kan met je vrienden kan je sowieso een gratis server gewoon aanmaken. Dan doe je gewoon start game en dan zet je hem op online. En dan kun je met 4 mensen kun je dan gewoon in een server. En dan kun je gewoon je eigen ding allemaal doen. En je kan zelfs je kisten op slot zetten en een wachtwoord geven met cijfers. Dus dan kun je ook gewoon zorgen dat als je met iemand speelt waarvan je denkt, hey, vertrouw hem niet helemaal, zet je je kist op slot. Bro, is het de hype waard? Ja. Het is echt de hype waard. Kijk, het is grappig dat jij dat zegt, Henk Bosma. Jij zegt van, jammer dat het van nagemaakte Pokémons is. Ik ga je nou wat laten zien. Wat zeg maar 10 jaar eerder was dan Pokémon. Ja? En dan denk je, hè? Kijk. Even kijken, heb ik een goed voorbeeld? Ik heb hier wel een beetje een voorbeeld, denk ik. Even kijken. Ah, kijk. Ja, deze moet ik hebben. Oké, let op, Henk Bosma. Dit is... wat doe ik nou, joh? Dit is Dragon Quest. En Dragon Quest was 10 jaar eerder uitgekomen in 1985, voordat Pokémon dus was uitgekomen. Zie jij vergelijkenissen? Ik wel. Dus dat je nu zegt met Palworld, jammer dat Palworld het heeft gejat van Pokémon. Jammer dat Pokémon het heeft gejat van Dragon Quest. Maar niemand heeft het daarover. Dus het is zo van, ja, misschien is dat jammer, maar Pokémon heeft het ook gejat. En daar hoor je niemand over. Snap je? Dus het is... Hè? Maakt het dan uit of je het jat? Like, beter goed gejat dan slecht bedacht. Net zo'n beetje als H1Z1 vroeger. En toen kwam ineens PUBG kwam uit. Of sorry, DayZ was er eerst. En toen kwam PUBG uit. En toen was het echt zo van... Huh? H1Z1 lijkt er precies op. Maar goed, dat is allemaal in het verleden, ja, whatever. Ja. Een halfjaartje feest. Lig een streepje laf. Yo, yo, yo. Elisa, dankjewel voor 6 maanden. Welkom terug. Thank you very much. Pokémon hoort 1 spel te zijn, vind ik, en niet meer spellen nagemaakt. Huh? Die snap ik niet helemaal. Digimon lijkt ook inderdaad een beetje op Pokémon. Ja, Digimon was ik heel erg fan van, man. Maar qua vergelijkenissen, Dragon Quest was als allereerst... met dat soort beesten. En Pokémon heeft dat letterlijk gewoon gekopieerd. En heeft gewoon iets meer geld. En ja. Maar goed. Voor Pokémon heet het Pocket Monsters. Dat is ook inderdaad waar, Yo Gaming. Daar heb je weer gelijk in. Dat klopt. Maar alsnog, Dragon Quest was eerder. Ik was Digimon fan. Ja, ik ook, man. Ik ben echt jammer dat Digimon niet door is gegaan. Maar goed, we gaan even terug naar de poll. 54% zegt begin opnieuw. 46% zegt ga verder. Weet je wat we gewoon doen? Dan beginnen we gewoon opnieuw. Deze wereld delete ik. Ik weet niet of Jasper dan zin heeft om mee te spelen. We doen even YouTube. Wat doe ik nou? Wat doe ik nou? Oh, ik moet een character maken. Goed, ik doe gewoon random.
Is dit mijn character? Damn. Wat gebeurt hier, gast? Wat de... Dit is wel sick. Wordt dit hem? Chantal N. Dankjewel voor de 3 maanden. Thank you very much. Dan moet je alles weer opzoeken en creëren. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is anders nu, Moortje. Weet je waarom? Je kan, nu kan ik veel meer naar de kijkers. En helemaal als ik live dit ga doen. Kan ik ervoor zorgen dat we meer dingen samen doen. Dus dan kunnen jullie zeggen, hey, ga dit doen. Of, yo, dit is nu de opdracht. Of, weet je wel, dan kan ik echt letterlijk met jullie vragen van, oké, gaan we nu het huis afmaken? Of gaan we nu de boss doen? Of gaan we nu, weet je, wat gaan we nu doen? Maar goed, ik ga denk ik voor deze. Dit ziet er wel dik uit, prima. Kun je nooit meer veranderen, best. Kan mij schelen. Ik heb die andere wereld niet verwijderd. Oké, cool. Dames en heren, welkom bij Palworld. Dit is mijn poppetje. Ziet er fantastisch realistisch uit. Mocht je deze game niet kennen... Het is eigenlijk een soort game wat Pokémon had kunnen maken... maar nooit heeft gedaan. Maar dan met wapens en nog veel uitgebreider. Het is een early access game. Oftewel, er moeten nog veel dingen aangepast worden. Er zitten nog veel fouten in. Maar deze game garandeert nu al voor 53 uur gameplezier. En 53 uur gameplezier voor een early access game is best wel veel. Ik heb deze game al best wel veel gespeeld. Ik kan je wel even een klein stukje laten zien van wat ik al had. En wat ik al heb laten zien op de livestream. Dat is dit. En dan knipt nu de editor naar dat stukje. Vet man. Maar goed. Dit is nu waar we zijn begonnen. Een nieuwe wereld. Speciaal om even te kijken voor jullie. Van hey, dit is hoe Palworld eruit ziet. Dit is een beetje hoe het gaat. En in het begin is het heel erg verwarrend. Van waar kijk ik naar? Waar ben ik precies? Maar we komen er snel wel doorheen. Komt helemaal goed. Ik ga allereerst even de invite code sturen naar Jasper. Wat doe jij mee, Jasper? Ja. Oh, wacht, leuk. Nou. Ja. Oh, leuk. Oké, dit is een fast travel ding. Waarmee je dus kan fast travelen over de map heen. Als jij zo'n pilon tegenkomt, dan kan je dus van dit pilon... Omdat het hier de zover Nederlands uitspreekt. Dan kun je deze pilon en dan kun je overal heen in de wereld. De map is echt super groot. Mocht ik nu gaan lopen helemaal naar linksboven, ben ik zeker wel een half uur minimaal onderweg. Maar goed. Kirsten, ik spreek jouw naam vernederlandst uit. Kirsten is gewoon toch hoe wij het uitspreken. Zeg ik iets anders? Zeg ik iets verkeerd? Jasper, hoe zou jij die naam zeggen die je ziet staan? Even kijken. Kirsten. Ja, Kirsten. Ik ook. Misschien is het Kirsten. Kirsten! Kirsten, jawel. Misschien is het Deutsch. Kirsten. Ik weet het niet. Goed, deze vrouw gaat praten. Boeit me eigenlijk helemaal geen moer. En dan zegt ze van, joh, je moet even een workbench moet je bouwen. Nou, prima. Bouwen dat ding. Ziet er zo uit. Super cool. Oh, ik moet ook mijn menu openen, zie ik, want ik heb een hele tutorial nog. Kan je al joinen? Ja. Oké. Oké, dit is de survival guide. Super cool. Open de technology screen. Dat doen we hier. De technology screen. En hier kun je dus zien... Oh, level 1 ben ik. Oh, sorry. Ik ben net level 2 geworden. Dus dan kan je bepaalde dingen unlocken. Die technology points die staan hier onderin. Dat zijn er nu 7. De palbox heb je nodig om een basis te maken. De palsfeer, dat zijn ballen. Een soort Pokémon-ballen waarbij je dus die pals mee kan vangen. De Pokémon mee kan vangen. Campfire nodig, want kun je natuurlijk koken. Chest nodig, want kun je je dingen bewaren. En een repair bench is ook wel handig. Want dan kun je je dingen repareren. En een wooden structure is om straks een huis te maken. Dus dit is een beetje een begin. Wat moet ik nu doen? Ik moet een palsfeer moet ik maken. Maar dat kan nog niet, want daarvoor heb ik een fragment nodig. En 3 stone. Oh. Hey man. Hey man. Hoe is het leven? Goed, met jou? Doe jij Join Guild op mij of doe ik dat op jou? Doe jij maar op mij. Weet je zeker?
Nee, ik doe het wel op jou. Want ik... Heb je te lang onder de zonnebank gelegen? Waarom is mijn haarkleur jouw lichaam? Ja. Als jij nu roze haar had, dan was het wel gek geweest. Klopt, ja. Goed. Totaal niet realistisch ook dit, maar whatever. Wij moeten dus een paal fragment hebben. En wij moeten 3 stone hebben en 3 wood. Nou, wood hebben we. Dat ligt hier ook op de grond. Laten we even naar die stone toe gaan. Maar dit is, deze game is zo uitgebreid. Dat ik kan echt niet in 1 keer uitleggen. In het begin al van waar het allemaal over gaat. En hoe dit allemaal begint. Maar het komt erop neer dat... Je hebt dus zoveel verschillende paals. Of Pokémon's, whatever. Ik noem het gewoon paals. Die je kan trainen. Waarmee je kan laten, die je kan vechten. Die je mee kan nemen. En die je dus in je basis kan laten werken. En minen. En hout hakken. En je kan ze dingen water geven. Zodat andere apparaten weer werken. En je kan... Van alles en nog wat. En die moet je weer onderhouden, want die moet je eten geven. Oh, ik moet een fragment nog hebben. Heb je al een fragment gevonden, toevallig? Nee. Oké. Okay. Die fragments liggen volgens mij ergens op de grond hier. Het zijn blauwe dingetjes, zijn dat. Oh, hier is ook een blauwe... Ja, heb jij er een gevonden? Nee, jij ook toch? Ja, ik heb hier zo'n blauwe ding, dus ik sla hem wel even. Mijn dochter van 2 vanochtend. Dit is mijn achterband. Nice. Dochter van 2 en die zingt al ik wil fietsen. Damn. Ik heb laatst ook een filmpje opgestuurd van iemand die dat joch was 8 of zo. Dus ik denk, wow. Dat is zo... Hé, hey, lag daar een kist? Ja man. Oh, dat had ik natuurlijk kunnen communiceren naar jou. Maar wat ik dacht, deze kist is van mij. Ja, maar hoezo? Hé, hey, hier ligt ook een ding, een kaart. Ja. Maar dat is geen kist. Waar is de kist dan? Ja, die heb ik opgepakt. Wat staat erin? Ik heb wel iets voor je. Wacht. Ja, open gewoon een kist zomaar. Alsjeblieft. Een megasfeer meteen. Een megasfeer is dus de upgrade van de palsfeer. En daarmee kun je dus de pals vangen. En dan capturen. Nou, dankjewel man. Ook, daar hebben we er een. Een chikipi. Even kijken. Oh, ik moet nog steeds die pals weer craften. Maar goed, ik ga deze wel even vangen. Als voorbeeld. Bam! Echt zonde, maar goed. Maakt niet uit. Bang! Mijn allereerste paal. Mijn allereerste paal is een chikipi. En die kan ik dus nu gooien. En dan heb ik een kippetje. En dat kippetje hoort nu bij mij. En die volgt mij nu. En die is met mij. En die kan ik zelfs aaien. Kom maar, kom maar. Kom maar, ik ga je even... Kijk nou, lief! Oh, zo schattig. En dan wordt hij helemaal blij en dan gaat hij misschien een eitje poepen, weet ik veel. Kan ik hem ook voeden? Ja, ik kan hem voeden. Hier, ik geef je wel even wat berries, gast. Ja, yeah. Eet smakelijk. Kijk hoe blij die is. Ja, en al die pals hebben dus eigen emoties en dingen. Ik kan natuurlijk ook dansen. Kijk Jasper, ik kan dansen. Zeker? Ja, vet man. Echt vet, hè? Ja, wat knap dat je dat kan. Echt heel cool. Ja, ik moet reageren op iets wat er niet gebeurt op mijn scherm. Dus oh, echt? Ja. Oh shit. Nou, dat is dus nog de bug waarschijnlijk. Dat niet alles nog er is. Even kijken. Even een palsfeer craften. En daarna moeten we een palbox maken in een open space, staat er rechtsboven. Dus dan gaan we even naar een open space toe. En ik denk, Jasper, dat we het niet op dezelfde plek gaan doen als waar wij onze eigen basis hebben. Nee. En dat we dat ergens anders moeten doen. Nou, deze is goed. Tap en consume food stond er. Nou, ook gedaan. Open inventory en stats. Oh ja, hier de stats kunnen we enhancen. Dus dan kunnen we... HP erbij of weight. Ik ga beginnen met weight, dat is het makkelijkst. Want dan kun je meer dingen dragen. In het begin is dat wel het makkelijkst. En dan staat er nu capture 5 lambals. Maar ik moet ook deze even meenemen. Want dat kunnen we goed gebruiken nog. Ja, mijn kippetje die volgt mij. Mijn eerste vangst. Oké,
Ik had als idee... We hebben hier rechts hebben we een open plek. Oh, je bent al naar beneden? Ja, ik ben beneden gelopen, ja. We hebben hier... kijk, wij hebben onze baas in een andere wereld. Hebben wij hier voor ons. Beetje daar. Oh, kijk nou. Wat doe je nou? Kijk nou. Je hebt hem! Kijk. Wow! Je hebt een Lambo. Ik kan mijn schild doen of zo. Oh, kijk nou, hij is nu mijn schild. Ja, dat klopt. En dan iedereen die op jou schiet of slaat. Als ze zo slaan, zeg maar, dan... Oh, shit. Oh, kut. Dat is de kip. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ah! Die kip valt mij aan. Pak hem. Val aan! Kip tegen kip. Attack! Nice! Oh. Wat meteen fit hier zo. Zo, hij valt ook iemand anders aan. Voor wat? Wow! Chill! Wow, relax, bro. Hoppakee. Ik sla hem ook even kapot. Hoppa, dag! Goedjes thuis. Oh nee, mijn eigen kippetje. Zo. Oké, deze moet ik hebben. Deze moet ik... Bijna. Ja. Bam. 100%. Nice. Nog 4. Maar wij, jij was aan het praten over een baas. Ja, want ik zag hier rechts is namelijk ook een mooie open ruimte. Als we hierheen gaan. Mm-hmm. Maar... het is wel een beetje afgelegen. Zie je dat? Ja. Want hier is het ook niet... Oh, bedoel je deze gewoon? Echt hier beneden? Ja, hier beneden. Hier zo, dit open. Maar je hebt hier geen oor, zie ik. Je hebt alleen hout en dat was het. Verder is het gewoon open. Ja, en geen podium. Wat heb je? Podium? Podium? De blauwe kristalletjes. Oh, die blauwe kristallen van net. Oh ja, dat was... oh ja, die heb jij net... ja. Ik heb zojuist een ei gegeven aan mijn eigen kip, zodat... Hij weet hoe het proeft om zichzelf op te eten. Wist je dat er een Japans gerecht was? Dat heet het kip en het ei. En in dat gerecht zitten dus kip en ei. Maar als je daarover na gaat denken, is dat toch best wel fout? Ja, dat is alsof je mensen kan eten en dan een mens eet, maar ook een embryo ja. Of een baarmoeder. Ja. Ja. Dat is wel weird inderdaad. Wie dat zegt. Oh, hier is Paldium. Nou, niet meer. Oh. Je hebt het toch gepakt. Ja. Oh, kijk wat voor ligt daar. Waar? Oh, daar. Ja, ik zie het shinen. Oh, dat is een bal. Dat is een palsfeer. Kunnen we meteen gooien dan? Even kijken. Zullen we dan even iets meer naar beneden het maken? Ja, waar we gewoon denken dat het goed voelt. Ja, laten we dat doen. Ik ga deze ook even vangen, want ik moet dit sowieso vangen. Oh shit, ik gooi hem mis. Nee, ik gooi mijn bal mis. Dat was de enige die je had. Ja, dat is de enige die ik heb. Oh nee. Nou, ga dan maar dood. Sorry man. Oké, nou goed, jammer. Dit zijn allemaal nog een beetje van die beginpals. Je kan ook mensen vangen. Ja, klopt inderdaad. Je kan ook als je mensen tegenkomt, kun je gewoon een bal gooien en dan kun je die vangen. Dat klopt. Oeh, daarachter lopen... Pokémonnetje zometeen. Pals moet ik eigenlijk zeggen. Oh, ik pak gewoon dingen op en ben al level 4. Oh, leuk. Hoppakee, stats even omhoog. Ik doe gewoon weer weight. Ik doe in het begin gewoon echt die weight. Die zet ik op 600 of zo, denk ik. En dan heb je daar al een beetje een mooi begin. Dit is trouwens al meteen een eindbaas, hè? Ja, dit is al meteen een eindbaas. Level 38. Zullen we hem vangen? Zullen we hem vangen? Oh, ik heb hier een pal. Ja, pak. Zo. Pak. Ik doe die kip na die jij hebt gevangen. Ja, laat ik deze proberen te vangen, man. Goed idee, level 38. Oké. Okay. Oh, misschien kan ik even mijn schaap eruit gooien. Oké, die is hoger level. Oh jee. Oké, ik ga achter hem staan. Ja. Dan heb ik de backbonus. Backbonus 0,01%. Oké, gaan we. De kans is er. Oh mijn god. Nee. Nu ik heb ook één bal.
Oh, nee, dat was er niet gelukt. Oké, rennen. Rennen! Oh, hij is niet eens boos. Is hij boos? Ja, hij is wel boos. Zeker wel. Dan komt ben hij je aan. Boos? Zeker is hij boos. Oh, hij is wel boos. Alleen op mij, denk ik. Ja, zeker. Kijk mij aan. Oh, dit gaat niet goed. Oké. Okay. Oh, nee. Ik ren snel naar deze teleport. Snel. En dan? Waar ga je heen teleporten? Ja, weer terug. Snel, teleport weg! Doei! Fixed. Ben ik safe? Ja, hij rent weer weg. Mooi. Ik ben weer terug dan. Oh, hij komt weer terug. Ah, hij komt weer terug. Nee. Oh, nee. Snel. Wat is dit nou weer? Hij rent weer weg. Oh, dan moet ik langer wachten, denk ik, of niet? Ja, of hij loopt nu gewoon naar jou toe bij die andere teleport. Dan moet hij hier omhoog lopen. Dat lijkt me sterk. Ik hoor nog wel het muziekje van de gevecht. Ja, hij is ook echt wel onderweg naar je toe. Nee, je lult. Echt? Ja. Het muziekje hoor ik niet meer. Nee, ik denk dat hij op een gegeven moment stopt, toch? Ja, het is nu klaar, het muziekje bij mij. Ja, bij mij ook. Oké. Dit vind ik trouwens ook chill, dat je gewoon elke berg kan je beklimmen als je wilt. Zolang je maar gewoon stamina hebt. Als ik hier bijvoorbeeld op wil, dan kan ik hier gewoon op. Welke game kan dat? Normaal heb je dan, dit is allemaal blokken, dit is allemaal nep, dit is allemaal fake. Je kan gewoon omhoog klimmen als ik wil. Dan kan ik gewoon daarop. Het is zo sick. Zo uitgebreid. Zo fijn. Dat je gewoon helemaal daar naar boven kan komen als ik wil. Maar dat wil ik niet. Maar stel, ik wil dat. Dan is er een optie. Om dat te willen. Cool. Hey, ik zie een Fox Sparks heel low. Hoe zijn jullie aan het vangen? Ja, ik was het aan het proberen. Kijken, want daar gaat mijn schaap. Oh ja. Oh. En daar ging je schaap. Mijn schaap is dood. Gaat dat lukken? 60%. Het is op zich oké. Okay. Ik zie het niet, de percentage. Kijk nou. Ah, hij shipped hem. Een Eevee. Een Eevee. Yo, daar is ook zo'n... Eikirdeer. Dikke level 9. Oké, okay, misschien moeten we hier gewoon de basis starten, man. Jawel, hè. Hier is alles een beetje. Ja, hier is het op zich ook wel oké. Okay. Het zonnetje schijnt. Ja, dit ziet er wel goed uit. Laten we dat hier gewoon doen. Oké, okay, we maken even een workbench. Oh ja, en als je dit doet... Kijk, dan gaat je... Paul gaat meehelpen met de hamer. Zie je dat? Wat leuk, hè? Dankjewel, man. Dankjewel. Nou, dan... Even... Wat moeten we maken? Wat jij wil. Ja, die palbox moeten we hebben. Dus dan maken we een palbox. Even kijken hoe dat zit met die grens. Want er zit een grens die een beetje soort van onzichtbaar is. Een beetje te spieken of ik de grens... Iets meer hierheen, denk ik. Ik ga hem iets meer hierheen doen. Dan kunnen we misschien dat huis hier zo bouwen, op waar die Fox nu staat. Die Fox Sparks. Oh ja, op die... Jemig, ophoging. Ja, dat is misschien wel cool. Enthousiast. Dat is misschien wel cool, toch? Ja, eens. Oké, okay, dan doe ik hem hier. Is dat een goeie? Ja. Jouw Foxbars kan niet helpen, want die heeft geen handen. Nee, die heeft alleen maar pootjes. Ja. Het is ook nog eens zo dat als een paal geen handen heeft, dan kan die dus niet helpen. Nou, dit is de paalbox, dus dit is nu de basis. Als ik nu ook hier kijk, dan is dit dus... dan zie je hier gewoon ook de basis staan. Dan kun je altijd heen teleporteren. En... In deze basis kan je dus allemaal verschillende soorten dingen bouwen. Dus je kan hier nu kiezen voor een repair bench, die kan ik bouwen. Of een chest, wat we sowieso trouwens moeten hebben, maar dan hebben we iets meer hout nodig. En je kan, campfire kan je even bouwen. Of je kan beginnen met een soort huis. Dan kan je hier, hoe hoog of hoe laag je wilt, een huis bouwen, draaien. En best wel gecustomized aan de slag. Laten we beginnen... Ik heb iets voor je. Ja, laten we beginnen inderdaad met even een... Oh, je hebt een kist. Oh, je hebt een stone pickaxe. Nice. Mag ik die pakken? Ja, die is voor jou. Thanks, man. En dan doe ik ook even een axe. Kijk, dat schaap aan het bouwen, dat is zo goed.
Zo, dan heb ik die twee dingen al vast. En dan heb ik nog palsweers nodig. Dan maak ik er even twee van. Kom, mijn schaapje komt even helpen. Deze kunnen we even eten. Die kunnen we eten. Zo. Dat oranje onder, dat, onder die paal, dat is dus het eten. De san noemen ze dat. S-A-N. En daarin kan je zien hoeveel... Oh nee, nee, dat is trouwens de, gewoon het brood dingetje. Het brood icoontje aan de zijkant. Net zoals dat ik hier rechts heb. En dat san is volgens mij voor sanity. Van ja. Hoe gezond en hoe geestelijk ze oké zijn. Want als je namelijk heel hard aan het werk zet... en ze gaan alleen maar werken en werken en werken en werken... dan worden ze een beetje depressief. En dan gaat de sanity omlaag. Dat is best wel een leuk spel, inderdaad. Zo, hier ligt nog hout. Mooi. Even wat steen hakken. Nou, je ziet daar een doorzichtige blauwe lijn. En die blauwe lijn... dat is dus zeg maar het eind van de basis. Dus de basis is dan helemaal rondom. Hier hebben we zelfs nog een beetje van het water. Het strandje hebben we mee. Dus we kunnen ook nog zeggen, we gaan een strandhuis bouwen. Maar bro, kijk mijn schaduw. Oh. Kijk mijn schaduw in de game. Je hebt ook spiegels in het spel. En die spiegels, dan zie je gewoon jezelf in de spiegel. Ja, dat is ziek. Hoe gedetailleerd. Normaal is dat nooit zo gedetailleerd. Ach. Ja, hoe cool is dat? Doep, 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 doep. Deze game is namelijk gemaakt op de Unreal Engine 5. En dat is de laatste engine die er is. De nieuwste. Op dit moment. En dat is vet. Want dat betekent dat ze dus heel lang, heel veel jaren kunnen uitbreiden. Want Unreal Engine 5 is nog vrij nieuw. Zoals je ziet kan ik ook dus op F drukken. En dan pak ik dus mijn pal als het ware beet. En dan gebruik ik hem dus als fluffy shield. Net een beetje wat Jasper liet zien. En dan als ik aan wordt gevallen, dan gebruik ik hem als een soort schild. Of is het een haar? Nee, het is een hem. Het is een jongetje. Maar vindt hij alleen niet zo leuk. Maar goed. Dat is dus... elke eigen pal heeft zijn eigen... soort ability. Sommige kun je op vliegen als je een zadel bouwt. Zo'n dier daar ginds, daar kun je dan uiteindelijk ook een zadel verbouwen. Kun je erop zitten. En dan kun je daar achteraan. Allemaal verschillende dingen. Even kijken. Hier heb je een management menu. En in het management menu kun je dus je pals inzetten. En wat er dan gebeurt is... je hebt ze dan in je soort van deck zitten. Zonder dat ze lastig kunnen worden gevallen. En ik kan ook mijn... schaap nu hier inzetten. En dan zit hij dus in de basis. En nu is deze, met die San 100 die je ziet staan, is dus onderdeel van de basis. En zie je onderaan ook Current Task Idle, oftewel hij doet niks. Je ziet dan allemaal verschillende icoontjes erbij. Je ziet een handje, je ziet een vuurtje, je ziet een hekje, doosje, noem het allemaal maar op. En dat zijn de abilities die hij kan. Dus stel, we zouden bijvoorbeeld een soort van farm maken. Dan zie je dus dat hekje 1 en dan weet je, oh, hij kan farmen. Wat geeft hij dan? Nou, dan geeft hij wol. En dat gaat allemaal automatisch. Je ziet wel rechts staan dat hij geen bed heeft. Dus dat vindt hij minder leuk. Dus je moet wel zorgen dat je een bed maakt. Maar als ik kijk naar mijn level, kan ik dat nog niet. Of ik ga naar technology en dan unlock ik het. Een bed. Straw ball bed. Feedbox hebben we ook nodig trouwens. En dan het bed kan ik even... hier neerzetten. Waarom is het allemaal donker? Oh, dit is helemaal niet donker. Het is juist de goede kleur. Ik zal hem even hier neerleggen. Nou, gaat hij zijn eigen bed gaat hij dan bouwen. Waar is hij? Daar is hij. En omdat hij dus handjes heeft, wat je onderaan ziet, weet je dus dat hij kan bouwen. Mocht ik een andere paal erin zetten zonder die handjes, kan die ook niet mee helpen bouwen. Maar ik kan hem ook even helpen bouwen. En dan kan hij hier dus gaan slapen. Elke pal heeft zijn eigen bed nodig. Dus één pal, één bed in de basis. En we zijn cool. Dan hebben we ook de upgrades. Nou, de upgrades kan ik al doen trouwens, zie ik nu.
Wat? Nu al? Ja, want we hebben de wooden chest gemaakt en deploy a workpal. Dus we kunnen upgraden. Ja. Dan moeten we nu alleen nog een shoddy bed maken. En dat is een bed voor onszelf. Dat is deze, shoddy bed. Daar hebben we fiber voor nodig en wood. Oh, ik ben koud aan het worden. Oh, wil je... Of je vuur Pokémon hebben, ja. Dat is ook in deze game. Je kan het dus koud hebben. Linksonder zie je zo'n soort metertje staan. En dan zie je dus dat het nu koud is. Maar als ik nu dichter bij die Pokémon kom, die vuur Pokémon. Oh, jij moet dan blijven staan, hè? Oh ja. Als ik dichter bij die vuur Pokémon kom, als het goed is, word ik dan warmer. Of is dat alleen voor jou? Hij rent dan weg van mij. Hoe rent hij weg van mij? Oh, dus het werkt alleen voor jou, omdat het jouw vuur-Pokémon is. Als je namelijk gaat zitten op bijvoorbeeld een vuur-Pokémon, dan word je ook warmer. Maar, laten we even een campfire maken, bro. Ik zet het nu even random ergens neer, want dat maakt niet zoveel uit. Zo, nu krijgen we het weer warm. En dan zie je ook dat metertje weer omhoog gaan. Oh, je bent even aan het bakken. Nice. En hier kan dus de vuur-Pokémon wel helpen. Want de vuur-Pokémon is dus... Of vuurpaal, moet ik zeggen. Helpt dus met het bakken. En dan is hij blij dat hij heeft gebakken. Nice. Goed gedaan, gast. We kunnen die kippenpootjes kunnen we maken. Grilled chickpea. Dierenbeul. Goedenavond Andries, goedenavond. Dankjewel voor het lid worden. Parkeer meneer, dankjewel Andries. Thanks voor jouw bijdrage. Dat wordt gewaardeerd gast. Ik hoop dat je het een geinige game vindt om even naar te koekeloeren. Dit spel is letterlijk dierenbul. Er is een paal genaamd Pingulet en dat is ammo voor bazooka. Klopt. Boeit. Ja. Je kan ook dieren slachten. Like boeit. Ja. Ja, je kan ook mensen vangen en slachten. Ik bedoel, het is... Ja, boeien gast. Het is een game. Het is een game inderdaad, bro. Het is een game. Daar zie je iets groens. Daar ga ik zo meteen wel even pakken en uitleggen hoe en wat. Ik wil eerst even een beetje warm worden. Oh, ik moet even een bed maken. Maar dan hebben we fiber nodig. Ik heb 1 fiber. Hoeveel fiber heb jij? 12. Dus ik kom wel even brengen. Oeh. Dan kunnen we 2 bedden al maken. Ik kan ook tegen een boom aanslaan. Ja, maar dan word ik koud. Oh, koetsie koe. Sorry. Kijk wat er hier ligt. Kom even. Ik vond het wel grappig, bedoel ik. Oh, je vond het grappig dat het de game een dierenbil is. Oh, oké. Wat, hè? Waar? Wat is er? Oh, hier ligt een ei. Oh, dat is nice. Een verdant egg. Dit ei, als ik het oppak... Dan zie je... dat zie je niet staan, want mijn camera staat ervoor. Maar dan staat er van, je moet een incubator bouwen. En dan kun je dit ei kun je dus laten uitkomen. Dus dan bouw je een soort van couveuse. Daar doe je dat ei in en dan broed je dat ei uit. En dan komt er een pal komt er dan uit. Zo noem je dat toch, couveuse? Denk het. Wat doe jij nou? Ja, anders kunnen we geen bed neerzetten, bro. Oh. We hebben een dak nodig boven ons bedje. Oh, dan help ik wel even. Wacht, alleen een dak, even snel? Ja. Dan een roof. Bang. Kun je daar 2 bedden naast doen? Ja, maar dan moet ik even hout hakken. Heb ik wel. Oh, ik heb er 3. Laat maar. Oké, deze ga ik nog alvast even bouwen. Ai, daar hoort erbij. Inderdaad, gast. Goedenavond, Jamila. Goedenavond. Wie ben nog meer? Haters? Wat? Dat is wel raar. Heb je de spel gekocht? Nee, ik heb het de spel niet gekocht. Nee. Ik heb de preview gespeeld, vond het niks aan. Oh, het is super leuk, man. Maar je moet ervan houden. Je moet een beetje houden van het... Oh ja, laten we even gaan slapen. Je moet een beetje houden van een soort van grind game, maar toch niet helemaal, survival aspect. Het ding is gewoon, je kan zoveel in deze game, dat er eigenlijk voor iedereen is er wel iets. Je kan zeggen van, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga in mijn paaldeck kijken. Voor alle paals die hier bestaan.
Dan ga ik proberen elke paal die er is, ga ik te verzamelen. Dat zijn er 111. Hieronder zie je ook hoeveel ik er ben tegengekomen al. En hoeveel ik er geregistreerd heb, dus heb gevangen. Dus van de 8 die ik heb gezien, heb ik er al 2 gevangen. En die kun je allemaal verzamelen. Maar je kan ook zeggen van nee, ik wil graag huizen bouwen. Nou, dan ga je gewoon lijpe huizen ga je bouwen. En dan ga je helemaal gekke dingen doen. Want je kan tot heel hoog in de map. Zo hoog als dat je die boom daar in de verte ziet. Zo hoog kan je ook bouwen. Met hout of metaal of steen of whatever je wilt. Maar je kan ook zeggen, nee, ik wil gewoon lekker levelen. En dan kijken wat er allemaal komt. Want dit is de level tree ding. Met allemaal nieuwe dingen die je erbij krijgt. En die gaat tot best wel ver. Met best wel veel dingen. Maar je kan ook zeggen, nee, ik wil gewoon lekker vechten, man. Ik hou van PvP. Nou, dan upgrade je je character. Dan vang je een goede pal. En dan ga je lekker PvP'en in een server. Ik kan zoveel dingen doen. Dus het is best wel uitgebreid. En voor iedereen is er wel iets. Dit groene ding trouwens is een Liftmunk Effigy. Oftewel gewoon een Liftmunk. Ik zit even alleen te twijfelen of ik hem camera misschien iets meer hier moet doen. En een Liftmunk, dat is een groen dingetje die je dan in je inventory houdt. Waarmee je dus je karakter kan upgraden om beter te zijn in het vangen van je pals. En ook om je pals te upgraden met souls. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld misschien nu nog. Maar dat wordt vanzelf allemaal duidelijk. Dat is iets voor later, dat is voor nu nog niet. Dus je moet nu gewoon, als je een groen iets ziet, moet je het gewoon verzamelen. Dit, dat journal, is iets van de game met... trouwens, in de guild kunnen 20 man gewoon. Ik wist niet eens dat je zoveel mensen 20? Kon uitnodigen. Ja. Er kunnen gewoon 20 man in de guild. Dus er kunnen 20 mensen online komen hier. Dat wil ik wel een keer proberen eigenlijk. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel een keer proberen. Willen we dat nu proberen ook gewoon? Ja, waarom niet? Help ons, bouw de basis. Ja, is goed. Laten we dat doen. Ja. Nou, dames en heren, je hoort het. Ik ga even de invite code kopiëren. Mocht jij, volgens mij, ik weet niet of het nu al zo is, of je Steam en Game Pass gekoppeld, of dat al gekoppeld is. Maar eerst was het zo dat alleen de Steam mensen met Steam mensen konden spelen en Game Pass met Game Pass mensen konden spelen. Maar mocht jij lid zijn en je hebt de Xbox Game Pass, dan kan je sowieso joinen, denk ik. En zo denk niet, probeer het met Steam. Ik gooi het in de alleen leden. Er staat nu een code in. Die code moet je invoeren om te joinen. Doe je ding. Ik bedoel, nog aansturen wat er gaat gebeuren of niet? Nee, doe gewoon lekker je ding. Ik moet 5 van die landbals gaan proberen te vangen nu. Oh ja, die moet ik hebben inderdaad. Die palsweers, jij ook. Pak er maar 3. Ik heb ook maar 3 nodig. Oh, kijk nou. Thanks, man. Hey, laat mij even bouwen hier. Dit is wel vervelend. Af en toe pakt hij hem niet. Ja, acquire. Nice. Dankjewel, meneer de schaap. Schaap? Ik heb dat toch aangeklikt? De schaap was aan het bouwen. Oké. Dus die bedank ik. Goed. En ik moet even naar die andere schapen toe. Mijn samenvatting van Palworld. Oké. J. Vermolen zegt... Je average survival game meets Fortnite meets Pokémon. Nou, Fortnite totaal niet, bro. Die voel ik echt niet. Niks van Fortnite kom ik hierin tegen. Zeg maar, zo average is het niet. Want anders hadden we denk ik ook niet in die andere wereld zo lang al volgehouden om te spelen. Dus iets is er niet average. Klopt. Ik denk omdat het einde nog heel ver is. Want het duurt echt lang voordat je level 50 bent. Als je het zonder mods doet, zonder upgrades aan je server en dat soort dingen. Ja. En je komt eigenlijk, zeg maar, want we spelen het dan al even en dan komen we nog steeds nieuwe dingen tegen, elke keer dat we spelen. Klopt, ja. Ik heb vaak inderdaad omdat we zeggen van, yo, kom hier, yo, teleport hierheen, check dit. Na gewoon wat, 12, 13 uur gespeeld te hebben? Ja, zoiets. Oké, ik moet die schaapjes hebben.
Die ga ik denk ik even slaan met een stone axe, want ik heb nog geen knuppel. Sorry man. Kan je wel maken, toch? Ik ga je vangen. Kan niet joinen via Steam. Oké, ja, dan moet het alleen Game Pass. Oké, goed om te weten. Thanks, Joey. Kijk, nu heb ik er dus 2. En ik ben level up. Dus we weten wat we gaan doen. We gaan naar die 500 weight. Zodat ik wat meer kan dragen. Helemaal prima. Neem dit even mee. Altijd handig. Paldium fragments. Ik vind het een beetje lijken op Pokémon en Ark. Ja, snap ik wel. Pokémon is inderdaad... waar het meest mee wordt vergeleken. Dat klopt. Maar dat maakt het niet minder leuk. Ja? Ik zie een mens. Ik zie een mens? Ik zie een mens. Hoe bedoel je, ziet een mens? Er is iemand. Waar? Ja, hier. In het noorden. In de basis? Nee, oost. Oh, ik zie hem niet. Is er iemand gejoind? Oh, dat ben jij. Oh, ja. Hè? Huh? Hoi. Ja, volgens mij is er niemand gejoind. Nee, jij was het. Ik was echt zo, oh, ik zie iemand. Ik ging helemaal sluipen. Ik ben zo roze. Sorry, man. It's me. Teleurstelling. Hij dacht, ja, iemand dacht ook NPC's. Ja, die heb je natuurlijk ook hier rondlopen. Ah, maar de feeling van deze game is ook gewoon chill of zo. Ik weet niet. Het verplicht je niet. Als ik nu zo blijf stilstaan... en ik zal nu weglopen... het enige wat kan gebeuren is dat ik doodga van de kou. En dat was het. Of we moeten een agressieve pal moeten tegenkomen. Heel toevallig. Maar dat is meestal bij de moeilijkere levels. Want daar verderop. Want zover dat je kan kijken... daar kan je dus allemaal heen op in... Het is insane. Dus ja, ik weet niet. De game verplicht je niet echt of zo. Omdat het relax maakt. Maar waar is mijn fucking schaap, bro? Ik heb nog 2 schapen nodig. 2 van die lambals. Kom hier. Oh, daar. Ik zie ze. In totaal moet ik er sowieso 30 vangen. Kom ik aan. Oké, 21%. Ga ik er niet op gokken. Auw. Oh, komt hij aan. Ah! Hij valt duizelig. Bam. Got him. Heb ik er 5? Ik heb er 5. Nice. Oké, increase your player level. Dus ik moet 30 pals nog vangen. Dus ik ga even wat fragments hakken. Want dan kan ik weer palsfeers van maken. Ballen. Hoe eet je? Ik verhonger alleen maar. Je kan... gewoon hier zo je berries, rechte muisknop op klikken. En dan klik je op jezelf. En dan zie je hier de eten omhoog gaan. En dan kun je ook je andere pals kun je dan eten geven. Als je wilt. Misschien moet ik... de camera is een beetje vervelend waar ik die moet neerzetten eigenlijk. Dit lijkt wel Ark Survival of the Forest of Rust. Ja, oké, gast. Bro, luister. Het is een survival game. Het is een PvP game. Het is een PvE game. Het is... Je hebt geweren. Je hebt een musket. Oftewel een... dus dat een oud jachtgeweer is dat, zeg maar, als het ware. Dat is het beste hoe ik het kan uitleggen. Je hebt het element van vangen. Je hebt... een bazooka heb je. Je hebt... pals die met elkaar kunnen vechten. Dus er zitten zoveel elementen in van andere games. Allemaal gewoon in één meuk. Kan je dit ook single player spelen? Tuurlijk. Ik kan nu zelf zeggen van... hey, ik sluit deze server af. Want dit is gewoon een server die ik zelf host op mijn eigen computer dan nu. En dat kan iedereen gewoon doen. Dus gewoon starten en dan online aanzetten en gaan. En dan kan ik ook gewoon nu zeggen van nee, ik wil niet meer online. En dan zet ik hem offline en dan ga ik gewoon zelf verder op deze map. Zonder dat Jasper nu daar verder bezig is. En dat is ook fijn. Oh, daar zie ik weer wat groens. Dan moet ik even heen.
Dit is ook een nice. Dinosom. Die is nu agressief. Dat rode dingetje erbij, dat betekent dat hij agressief is. Dus als ik er dichtbij ga lopen, dan gaat hij, want je ziet dat een mannetje is door dat blauwe, gaat hij mij aanvallen. En dat willen we niet. Hey, hallo man. Die hebben we ook nog niet gevangen. Dat is één. Boom. Dat is twee. Twee tegelijk. Nice. Ik ben wel level up. Ga ik nu voor stamina? In het begin heb je niet zoveel voor HP en dat soort dingen nodig. Hij kan seeden en planten. Ja, je hebt dus ook inderdaad farms die je kan maken. En dan kun je je pals dus gewoon laten farmen. En dan heb je bijvoorbeeld tomaten die je kan verbouwen. Of sla. Of berries. Of wat heb je nog meer? Graan kan je ook verbouwen. Daar kun je weer brood van maken. Of een sandwich. Of whatever. Denk je dat dit spel offline gehaald gaat worden door copyright? Omdat het zoveel op Pokémon lijkt? Volgens mij, en dat is dus iets wat ik heb gelezen online, dat je dus dat er dus deze game al 3 keer is aangeklaagd door Nintendo. Door Pokémon zelf. En dat ze 3 keer hebben verloren. Dus ik zou niet weten. Hey, ga er eens in, man. Soms moet je hem dan nog iets lager maken. Ik heb geen pal meer. Klutje met. Dus ik denk niet dat als ze nog een keer gaan aanklagen, dat ze dan gaan winnen. Maar goed. Bij dit spel denk ik duurt lang. Ja, het element van dingen ontdekken, dat duurt eigenlijk niet zo lang. Want in het begin is alles nieuw, 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 nieuw. Dus, ja, duurt lang. Nee, ja. Het duurt sowieso lang voordat je aan het einde van de level bent. Maar dat is juist leuk, dacht ik. Oh, mijn weapon is gedamaged. Kut. Ik ga even terug en dan ga ik een repair bench maken. Alleen het Pokémon... Alleen het vangen is vang Pokémon. De rest valt wel mee. Ja. Ja, het heeft een beetje elementen van alles en dat is het coole eraan. Ja, beter goed gekeken naar de rest dan zelf een poepproduct maken, zou ik zelf zeggen. Ja. Ja, en dit is gewoon... Ik weet niet, man. Ja, we hebben het er wel eens over gehad met z'n... Lol, is dat... Je bent bevroren. Ja, ik was een ijsblokje, ja. Ik laat mijn schaap ook aanvallen. Hey. Vang hem. Ja, oh, sorry. Heeft nog gekeerd, sorry, man. sorry, ik zie het. Kom terug, maat. Oh, sorry, maat. Je loopt er nog één, Oh, nog een pinguïn. Hij rent weg. Ja. Pak hem. George. Pak hem. Oh. Pinguïn, hij gaat zwemmen. Waar gaat hij heen, joh? Ja, hij gaat echt terug. Gaat naar huis, naar de Noordpool. Nice, hit hem. Ik sla hem zo. Hier. Nice. Huh? Hey. Nice, nu is die van mij. Got it. Got him. Got him. Heel veel Pokémon's worden gemengd met elkaar. Maar ze hebben ook sommige originele pals gemaakt. En vrijheid in het spel is zo fijn. Ja, dat is zeker waar. De vrijheid in het spel is echt insane. Als ik nu gewoon denk van... Oh, ik heb geen zin meer om aan basis te werken. Dan loop ik gewoon een kant op in de map. En dan zie ik wel wat ik tegenkom. En of ik het overleef. En of het goed komt of niet. Zo. Kunnen jullie... Oh nee, je hebt geen vuur... Oh, je moet eigenlijk even je vuur Pokémon in de basis doen, man. Oké. Dat is chill. Want dan kan die lekker... koken.
lekker kebab maken. Ik ben namelijk landbalken schapenkebab aan het maken. Ja, kebab simulator. Ja. Maar dan met actual kebab. Oh, nice. Jouw pinguïn komt helpen. Wat lief. Alleen hij is een beetje bukt. Zal ik jou even helpen, gozer? Oh, ik kan hem niet optillen. Oh, deze gaat nu helpen. Ja, deze gaat nu craften voor mij. Waar speel je dit op? Of gewoon op PC? Gewoon dat op PC, man. Je kan het op Steam spelen en op de Xbox Game Pass. Dat zijn de twee dingen waar je het kan spelen. Even kijken, dit gaan we even eten. Kebabie, lekker man. Even kijken, in de kist gaan wij de oor leggen, de fragments. Oh ja, en wat ook heel chill is aan de game. Kijk, deze game die heeft dus een paar dingen die super handig zijn. Wat eigenlijk meer games zouden moeten doen. En dat is een global chest. En wat het inhoudt is dat alle kisten die in je basis staan. En die dus binnen deze blauwe rand staan die je hier ziet staan. Alle kisten die hier binnen die basis staan, die zijn geconnect met elkaar. Dus zodra ik hier 28 steen in doe, 2 hout. En ik ga iets craften op de workbench. Dan ziet de game dus van, ah, je hebt dus 2 hout en 28 steen. Want dat zit in de kisten, dus daar kun je het nu mee maken. Terwijl 9 van de 10 survival games moet je het uit de kist halen. In je inventory, dan naar de workbench, dan maken. Maar dan kom je erachter dat je tekort bent en dat je 2 steen nodig hebt. Loop je weer terug naar de kist voor die laatste steen. Dan moet je weer... Minecraft heeft dat, Valheim heeft dat. Volgens mij heeft Rust heeft dat ook. Het is allemaal van die kleine dingetjes waarvan ik denk van... Nice, dat snappen ze. Dat doet deze game heel relaxed. Heel fijn, man. Oh, je kan ook een torch maken trouwens, gewoon. Dat is ook warmte. Ja, tuurlijk. Maar heb je nog geen vuurpokémon gevangen? Pijl. Gevangen dan? Nee, heb ik niet. Oh. Ik heb alleen nog maar schapen in mijn party, geloof ik. Ja. 4 schapen en 1 kip. Ja. Oké, okay, boompje weg. Nog een boompje hakken. Hey Milan, heb je Elisabeth weer nagemaakt? Oh my god. Je bedoelt in de game. Ja, want dit is wel inderdaad Elisabeth, ja. Ja. Nou, ze zit op kickboksen, dus op zich ziet ze er wel een beetje zo ripped uit. €29 is het spel op Steam. Valt mee voor zo'n groot spel. Ja, en Early Access. Dus je hebt gewoon echt super veel updates nog. En Xbox Game Pass is goedkoper. Dus volgens mij... €11, €12 per maand. €13 per maand of zo. Dus dan heb je ook nog meer games erbij. En dan kun je deze spelen. Maar goed, dat is net hè, wat jij liever hebt. Ik zeg ook een game die uitkomt voor €30. En gewoon echt heel veel lol geeft. Dat is ook lang geleden. Dat is heel lang geleden, bro. Echt. Wat was de laatste game waarvan we zaten van... Oké, deze was wel nice, man. Qua betaalbaar en gewoon early access en... Ja, betaalbaar. Dus dan moeten we rond de €30 weer zoeken of wat. Repair Bench, denk ik. Want dat ga je niet zomaar redden. Ja, het eerste waar ik aan dacht was Hogwarts Legacy, maar dat is €60. Oh, ja. Maar dat vond ik mijn geld wel waard. Ja, eens, ja. Maar dat is wel weer zo'n triple E ding, toch? Als ja. Dat... ja, precies, ja. Dat klopt je. Kickboksen, zegt Stevie. Dan neem ik mijn compliment, belediging, maar weer terug. Oh, dus nu je hoort dat mijn vriendin op kickbox zit, ineens vind jij haar niet meer op... You scared, bro? Ik ook, man. Als ik een grote mond geef aan Elisabeth, dan ga ik gewoon heel hard rennen altijd. Zie mij door de woonkamer heen flikvlakken. Dat ik dan denk, als ze me 1 keer slaat, lig ik. Zo, even wat besjes eten. Even kijken, moet ik nog wat dingen doen? Ja, even wat besjes
eten überhaupt? We hebben nog geen voedsel voor onze pals. Dus laten we daar even een feedbox voor maken. Die leg ik er vlakbij. Komen jullie even helpen bouwen, schaapjes? Zo cute. En dan moeten we daar even wat besjes in leggen. Zodat zij kunnen gaan eten. Ik kan ook ander vlees doen. Ik kan ook gewoon dit vlees doen trouwens. Is misschien beter. Hoe beter het vlees, hoe minder vaak ze hoeven te eten natuurlijk. Even kijken. Oh ja, hier, dit ei heb ik uitgelegd. Hier heb je nog een dark skill fruit. Dat is überhaupt gewoon fruit. Wat dus een skill kan zijn voor je pal. Dus je pals hebben bepaalde skills die ze kunnen uitvoeren. Als ik deze als voorbeeld neem, zo'n lambal. Dan zie je hier boven mij zie je nu de roly-poly. Nou, de roly-poly is dus een skill. En dat staat er ook bij van hij wordt een bal en dan gaat hij rollen achter zijn enemies aan. Dan wordt hij daarna wordt hij duizelig en dan kan hij even niet meer bewegen als zijn attack ten einde is. En elke pal heeft dus zijn eigen soort abilities, of zijn eigen soort skills moet ik zeggen eigenlijk. En deze kun je dus ook later aanpassen en hoe meer die levelt, hoe meer skills die je erbij krijgt. En deze skills die kun je dus ook fixen met een fruit. Dus stel ik wil die andere schaap wil ik deze skill geven. Dan kan dat, maar dan moet die wel type dark zijn. Want net zoals in Pokémon heb je in deze pals heb je ook dat je van een bepaalde type moet zijn. En als ik hier kijk, dan is de landbal is een neutral. Dus die kan even niet dark fruit eten. Omdat die neutraal is. Goed, ik heb nu nog steeds 4 schapen in mijn ding. Dus wat ik ga doen, ik ga naar de palbox toe. En dan gooi ik ze daar even in. Om te bewaren als het ware. En deze kun je bewaren. En zoals je hierboven ziet, heb je allemaal verschillende boxen. En al die boxen kun je dus vullen met allemaal pals. En je kan zoveel hebben als je wilt. Kun je even sorteren zo. Hoppakee. Nu heb ik dus geen enkele pal op zak. Laat ik deze even meenemen trouwens, want die is wel oké. Enige nadeel aan deze Catifa is, zie ik nu. Als ik op de details klik, dan zie je hier linksonder, zie je staan Coward. En Coward staat voor -10% attack. Maar hij heeft hier ook Workslave en dat is -30% attack, dus eigenlijk -40% totaal. Maar wel +30% werken. Dus wat doen we nu? Ik zeg nu tegen Jasper, yo Jasper, ik gooi Catifa erin, want die heeft 30% workspeed, yo. Oh, dat klinkt goed, yo. Nice, dus ik ga nu hem vervangen voor Pengulet. Nee, voor Lambal. Vet. Want Lambal was niet zo cool, die is namelijk passivist, -20% attack, boeit. Ik zie trouwens ook dat die Kremis heeft Workaholic. Dat de Sanity 15% minder snel dropt. Ja, dat is toch top. Ja, dat is nice. Dat moet je ook hebben inderdaad in de basis. En een positive thinker. En nou, dit is gewoon attack 10 minder. Oké, nou, dat moet je niet zoveel. Wow, wat doe jij nou? Dit heb ik een lock net. Wat cool, je maakt een ranch, man. Ja. Op het randje van de basis ook, zie je. Ruimte nice. Ja, laten we dit maar bouwen, man. Ja, dan komt iedereen helpen bouwen. Oh, ze gaan slapen. Kijk, nou duurt het ineens 2 minuten. Ja, nou, dan gaan we ook maar naar bed. Ja, dan gaan we slapen. Ja, dat ben gek. Zo. De landbouw is echt een super schattig gedaan, dat klopt. Zo. Nu zijn ze allemaal wakker. En dan? En dan moeten jullie wel even helpen, boys. Ik moet even eentje op zak hebben, trouwens. Even één pal. Haal ik even uit mijn management, even hier zo. Hoppakee. Is dit een goeie? Ja. Ja, ik heb eentje die helpt nu. Oh, wat fijn. Is die Gummels van jou? Ja. Heb je die gevangen? Ja, vet hè? Ja, die is ook zo cute. Dit is zeg maar het topje van mijn penis, echt nice. Ja, nice.
Cool. Vet. Als het goed is kunnen we hier een Pokémon, een Paul, inzetten. En die gaat nu dingen doen. Deze gaat nu bol maken of zo. Ja, maar deze heb ik in mijn inventory. Oh, misschien deze anders. Wacht, even kijken hoor. Misschien even Pengulet eruit. Wat? Hoe heb jij die? Ja, ik kwam hem tegen. En je hebt hem meteen gefunkt. Ja, ik heb hem gefunkt met de eerste bol. Met de flunk, man. Ja, yeah, epic, hè? Wat? Ja, is heel cool. Ja, heel cool, ja. You were so far ahead of me, man. Yeah, man. But I... deze balls you can make, hè? Oh, die heb je zelf gemaakt, zeker. Oh, ja, nee. Je mag die wel pakken. Nee. Ik weet niet of ik heb. Ik wil de dingen ook voor jou maken nu. Want nu 9. Gaan we de basis een beetje upgraden. I have 12. Oh, dat is 12 meer dan ik. Baked. Deze ook maar even baken dan. Oké, ik gooi even die Pengulet eruit. Ja. En dan doe ik een schaapje erin. Wat heb je daarvan? Oké. Okay. Oeh, Musclehead, die wil ik wel mee hebben. Die heeft 30% attack, man. Oeh. Prima. Transporting. Nee, oké. Wat ik nu moet doen is dus... Ik moet deze oppakken. Kijk, hoe kan je dit meeneemt? Zo schattig. Bro, het blijft zo goed. Oh, nou heeft hij jouw dingetje afgepakt. Oh, hij wilde jouw ding afpakken. Kijk, ik moet hem even oppakken. Ik kan hem meenemen. En dan moet ik hem hier ingooien. Zodat hij weet... Oh, mag niet. Hij wil het niet doen. Ik denk dat hij wil het niet doen. Ik denk dat het beukt, man. Omdat het er buiten zit. Nee, dat denk ik niet. Wel, want hij wil niet farmen. Kijk maar, er staat de hele tijd no work, no work. Is het wel een farmer? Zeg maar, zit er überhaupt wel een dingetje achter hem van ik kan farmen? Ja, dat is toch bij de landbal? Zit toch eentje achter? Heeft de landbal een hekje bij zijn naam? Ja, farming level 1 staat hier rechtsonder. Oh. Ja. Yeah. Dat is wel een hekje. Ja. Dus ik denk dat beukt, man. Kom hier. Oh, maar deze is al het grazen nu. Die crème is. Kijk. Oh, hè? En die is beter, denk ik, dan die landbal. Ik weet niet wat crème is dropt. Ik ook niet. Ik zal eens even kijken wat die dropt. Volgens mij kun je dat zien. Als je naar een Paul ding gaat. Dan kun je hier zien... Crème is... Fluffy Woo? Nee. Wat dropt die? Oh ja, drops wol. Oké. Okay. Nou, dit is prima. Deze is gewoon workaholic, dus maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. Die Pengulets doen we dan wel weer terug, want... Dan doe ik even dat schaapje eruit. En doe ik die Pengulet er weer in, want... Daar komt hij. We kunnen als het goed is de basis weer upgraden als we die berry plantation hebben. Dus we gaan nu naar technology. Dan moet ik hier even goed kijken, want het is heel veel informatie. Berry plantation. Ik zie trouwens ook een speer die ik wil hebben. En een old bow met arrows die ik wil hebben. En een shield die ik wil hebben. Dat is wel nice. En, wat wil ik nog meer hebben? Dat was het, denk ik. Oh ja, parachute. Dat is ook wel nice. Oké, okay, berry plantation. Laten we die eerst even maken. 20 stone. Heb je dat? Nee, dat moet ik nu fixen. Oké. Okay. Ik heb een cadeautje voor jou hier. Oh my god. I saw it already, ja. Oh. Een tropical spoiled outfit. Thanks, man. Oh, ik heb hem meteen aan. Yo, ik ben ripped nu. Ik ben ripped in dit ding. Laat zien dan. Dat is ziek. Lijbrift. Lijken we in ieder geval niet meer zo lelijk. Ja, echt sick. Stone moet ik hebben, hè? Ja, ik moet stone hebben. Even daarheen. Oh, daar ga jij al heen. Oké. Okay. Ga ik even hierheen. Moet je die gubbels niet vangen daarachter? Kan. Ah, dat is nu al weg. Al goed. Ik wil eens even de basis upgraden.
Kan ik het upgraden nu? Oh, ik kan het shield ook maken. Dat is ook wel verleidelijk hoor. Om een shield op je bakkes te hebben. Berry plantation. Laten we dat eerst doen. Waar willen we de farm hebben? Waar willen we de plantation? Nee, je gaat niet dat nu al maken, toch? Oké, dan haal ik het. Nee, dat is nog helemaal niet nodig ook, bro. Oké. Laten we dat een beetje bewaren. Ja. Waar zullen we die plantation maken? Wat Jasper nu wilde maken was een of ander standbeeld. En dat is van die groene dingen, die meuk. Dat boeit niet zoveel. Zullen we hier een beetje een farmgebied van maken dan? Ja, vlakbij een kist gewoon. Je moet even een kist, want ze brengen dus constant natuurlijk alles van de farm naar de kist. Ja. Dus zal ik het hier gewoon doen? Op de rand? Ja, dat denk ik wel. Oh, kan het er overheen? Gewoon een beetje als werk. Zoiets? Ja. Oké, en dan even een kistje ernaast. Misschien hier een kist. Oh, ik moet even deze uitgooien. Dan kan die ook helpen. Leuk. En op een gegeven moment heb je dus... dat is wel heel cool. Op een gegeven moment heb je dus 15 van dit soort beesten... in je hele basis lopen. Die allemaal taken aan het uitvoeren zijn. En dat is echt geniaal. Want je ziet het, ze pakken ook dus gewoon dingen op. En dan nemen ze het mee en dan gooien ze het in de kist. Misschien moeten we daar ook nog een kist neerzetten. Want dit is wel ver lopen elke keer. Ja. Maar anders moeten wij dat stuk lopen. Oh nee, want... Nee, want het is global. Dus... Ja. Ja. Maar de basis kan in ieder geval nu worden geüpgraded. We kunnen upgraden inderdaad. Oh, goeie. Ik ga dat nu meteen doen. Ja. Base upgrade. Oké, dus dan kunnen we van 4 naar 5. En de basis blijft 1. Dus we kunnen nog maar... Want je kan uiteindelijk meerdere basis bouwen. Volgens mij 3 of zo. 4. 3. Dus we kunnen weer een pal erbij doen. Maar dan moeten we ook een pal bed erbij doen. Dus ik gooi nu even een bed erbij. Oh, daar hebben we wood nodig. Dus even hakken. Dikke outfit, ja, thanks man. Die is gecraft door je Jasper. Kun je dit ook solo spelen dat mensen of beesten je basis aanvallen of zo? Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt, Henk. Want je hebt dus je hebt ook raids voor je basis. Dus eens in de zoveel tijd komen er dus ineens willekeurig vijanden naar je basis toe. En dan gaan ze jouw basis raiden. Dat kan vanuit daar komen, daarboven. En dan komen er ineens een hele groep pals naar je basis toe uit het niets. En dan gaan al je pals dus instant omdraaien en vechten ermee. Ik wil trouwens deze even vangen. Oh. Oh nee! Ja, nee, ze komen voor je op. Ja, klopt. Als je in de basis vecht, dan gaan de andere pals helpen met vechten en dan... Kun je dus bijna niks vangen, maar goed. Daar had ik even niet aan gedacht, man. Ik ben wel level up daardoor. Dus dat is wel cool. Even statistieken erbij doen. Ik ga denk ik weer voor stamina. Moet je dat zelf instellen of gaat het automatisch? Nee, dat gaat automatisch. Die raids gaan automatisch. Eigenlijk alle instellingen van de server. Volgens mij kan ik dat hier bij options kan ik dat zien. En dan game settings. Dat is bij het begin. Bij het begin kan je dat zien. Dan kun je precies zien. Want je kan namelijk allemaal schijfjes. Dus je kan alles hoger zetten. Je kan ook bijvoorbeeld als je een bal gooit. Dat het percentage hoger is. Dat je hem echt gaat vangen. Dan kun je dus bijvoorbeeld een eindbaas vangen met een blauwe bal. Wat eigenlijk helemaal niet kan. Want je hebt verschillende soorten fases in ballen. En hoe duurder ook de bal wordt om te maken. En hoe groter die dan is. En een andere kleur. Dan kun je een betere... Paul kun je dan vangen van een hoger level. We kunnen er eentje bij doen. Zal ik een kippetje doen? Of nee, ik doe wel een... schapie. Schapie? Ja, schapie. Ik doe een schapie erbij. Ik kan maar kijk ze nou lopen. Zo kan ik... Het is ook zo cool dat elke paal heeft zijn eigen manier van het lopen met die dingen. Dat is zo funny. Echt geniaal. Goed. We hebben nog geen bed. Ik moet even een bed maken. Daar was ik mee bezig.
ik gooi dat bed wel even hiernaast. Moet kunnen. Iedereen komt weer helpen om te werken. Als je een paal op iemand, op iets gooit, zeg maar, dan gaan ze ook daar meteen mee bezig. Dus dan kun je echt een opdracht geven van, yo, ga dat maar doen. Of ik het kan laten zien, wat een raid. Nee, dat gaat automatisch, man. Dat komt vanzelf. Ik weet alleen niet bij welk level het precies komt, maar dat komt vanzelf. Goed, ik ga denk ik even wat vangen op avontuur. Ga je mee? Je hebt al level 9, zie ik ook, bro. Ja, man, ik ga wel mee. Even kijken, technologie. Hebben we nog dingen nodig? Oh, we hebben hier nog een logging site en een stone pit wat we kunnen maken voordat we weggaan. Dat is misschien wel... Heb je genoeg ballen voor onderweg? Of moet je die nog even maken voordat je... Oh, goeie. Zal ik eens even kijken hoeveel ballen... ik ga eerst een kist maken, man. Of een shield bedoel ik, shield. Heb jij al shield? Ja. Nice. Als je een kip in de basis doet, kunnen die eieren leggen die ze vervolgens in de feedbox leggen. Deze geeft dan ook sandpoints voor je pal, zodat ze minder snel depressief worden. Oh, dat is een goeie. Maar, als het goed is, hebben wij nu hier... Ja, hebben wij een red berries plantage. Alleen je ziet daarboven staan required planting. Dus we hebben nog een pal nodig die kan planten. Hey, die heb ik. Heb je die? Ja, dat is toch dat ene, dat drolletje die jij zei dat ergens op leek. Maar deze kan ook planten, zie ik. Maar waarom plant Kremis niet dan? Nee, die kan niet planten. Dat ze kan grazen of zo. Dat is iets anders. Nee, dat zie je dus, dat deze, toch? Nee, kijk, want nu zit er een gummos in. Oh, ik zie het zo. En dat is een ander tekje. Zie je dat? Ja. Oh. Dus we kunnen hem nu, denk ik, op de plantage gooien. Ja, laat me met rust. Laat het topje van mijn penis met rust. Ja? Kijk, en nu is hij het aan het besproeien. Nice. We kunnen hem helpen zelfs. Dat kunnen we inderdaad ook nog doen, ja. Dat tongetje. Nice. En dan komt nu Pengelet. Ja, die komt eraan gehuppeld. Want die weet, ik moet water geven. Snel, snel. De zaden worden droog. Toch niet, ik heb honger. Ik heb wel honger, even wachten. En nu gaat hij, ja. Let's go, bro. You got this. Hoppakee. Oeh. Nou, en dan kunnen wij ook weer helpen. Nou, hoe cool is dit, bro? Dat is toch geniaal, man. Yeah. Oh, berries hebben geen sandpoints. Oh, daarom zijn ze in die andere wereld bij ons zelfs. Daar zijn ze zo fucked. Dat deed precies. Ja. Dat wisten wij niet. Remy van de Slot. Dankjewel voor het een lid worden. Dankjewel voor je support, gast. Thanks, man. Dat waardeer ik. Ongelooflijk. Kun je het spel ook in het Nederlands doen? Nee, volgens mij nog niet. Ze hebben wel veel talen, maar Nederlands nog niet. Zal ik even helpen met... Ik kom hier niet heel moeilijk bij. Ja, dat komt ook door die kist en zo. Ja, kan ik niet alvast even een kist ernaast zetten en dan even het probleem verschuiven? Nee. Pak jij die overige drie ballen nog? Is goed. Ja, ik heb deze kist is gewoon heel irritant. Ik heb er 20. Oh, oké, dan maak ik nog even wat bij. We hebben ook helemaal geen... oh jawel, hier nog. Steen. Oh, hier ligt een wood. Als je je muis op het item houdt, zul je zien hoeveel sandpoints geven. Ja, nee, dat wist ik. Maar ik heb er nooit echt op gelet. Ik zie hier inderdaad berries San 1. Baked berries geeft San 1. Kan wel. Op zich. San 1. Hallo Nancy, leuk dat je er bent bij de livestream. Ik moet nog een beetje steen hebben. En dan kunnen we... Kun je al... Ja, als het goed is kan je nu al een kistje maken, toch? Ja, ik heb ook best wel heel veel steen nu. Dus ik zal even een kistje zetten waar. Waar ik kistje zetten ga. Gewoon iets... naast die repair bench of zo, maar niet te dichtbij of zo. Denk je zoiets?
Oké, ik heb nog heel even hout nodig dan. Want ik denk dat ik geen kistje ga maken, maar een wooden box. Daar kan meer in, denk ik. Ik heb 40 hout. Oh. Vet. Nou, kom er zo aan. Ik zou het echt wel spelen, alleen om die schattige pals. Dat is inderdaad ook een hele goede reden om te gaan spelen. En elke heeft zeg maar zijn eigen soort emotie ook Yo, in het gezicht. Dank weer voor alle toffe content. Yo, Benny V! Dit voor de 7 maanden. Jij bedankt voor de 7 maanden lid worden. Je kan mij wel bedanken voor de content, maar... Yo, ik doe dit al 13 jaar en ik vind het nog steeds leuk, gast. Dus graag gedaan. Ik vind het super leuk. Oh ja, ik drukte op R trouwens. Dat is quick stack. Dus dan gooi je alles in één keer in de kist wat er al lag, als het ware. Niet dat je ineens denkt van wat gebeurde daar. Thanks voor het lid worden. Vind ik nice. Thank you very much. Zo, die geef ik even snel eten. Dat gaat allemaal steeds sneller natuurlijk. Die... Ik kan trouwens wel even wat meenemen. Ik neem wel even wat baked berries mee. 18, zo... Dus kan je even het vuur zetten. Zo. Zo ligt hier allemaal spul, joh. Ja, dat is omdat ik deze kist heel graag wil verplaatsen. Oh, sorry. Natuurlijk, logisch. Oh, je hebt deze. Oh, de crate. Ja, die zijn iets mooier. Kun je daar je hout in doen? Nee, want zit vol. Ja, nu kan je wel je hout erin doen. Ja. Maar hij is nog wel vol. Ja, kunnen we misschien een kist erbij moeten maken? Ja, daarom moest je je hout erin doen. Oh. Kijk nou. Nice. Kun je al een feedback maken? Kijk, er zijn al een paar mensen die weten hoe de game werkt. Dat is nice. Een feedback. Ik weet niet of ik die kan maken. Ik zal eens even kijken bij technology. Nee, die kan ik nog niet maken. Volgens mij heb je daar namelijk een ancient... technology punt voor nodig. En dat zijn die roze hier helemaal rechts. Hier zie je ook dat je een egg incubator hebt. Dat was dat ei waar ik het eerder over had. Die hier in deze kist zit. Een verdant egg. Daar heb je dus een incubator voor nodig. En dat is dus deze. Maar dan moet je een ancient technology punt hebben. En hoe krijg je die nou? Door eindbazen te verslaan of te vangen. En dan krijg je een ancient technology punt. En de small feedback is voor level 2. Zie ik. Dus daar zijn we nog niet. En dan kan ik die unlocken met 1 punt. Dat duurt nog wel even. En de eindbazen, dat is bijvoorbeeld zoals die mammoerest die daar verderop zit. Dat is bijvoorbeeld zo'n level 38. Maar dan heb je dus over de hele map heb je allemaal verschillende eindbazen. Goed. Zullen wij er vandoor om naar... wat pals te vangen, want ik moet er nog 30 hebben. Nog 30? Okay. Sorry, nog 21. Oké, okay, heb je genoeg ballen daarvoor? Ik heb 20 ballen. Oké, okay, nou dat is sowieso dus al te weinig. Oké, okay. Bedankt. Dan hebben we spullen nodig voor ballen. Ik heb, kan nog 22 ballen heb ik nu, is dat goed? Ja, dan heb je 1 reserve zou je zeggen. Waarom is dat te weinig? Oh, nou, op die manier. Je 21 moet vangen. Oh, waarom dacht ik daar niet over na? Je hebt gelijk. Even kijken. Oh, daar zie ik nog wat paaldingen. En ook wat stone. Ik had het gevoel dat ik een basis een beetje te veel naar die kant heb geplaatst. Dat we meer naar deze kant hadden moeten plaatsen. Klein beetje. Waarom? Nou, omdat we hebben nu dat stukje daarboven wel... in het oosten. Maar gaan we daar ons huis... Ja, dan gaan we ons huis bouwen. Ja, niet echt steen inderdaad. Ja, je kan hem altijd nog verplaatsen. Best wel makkelijk. Of gaat dan alles weg? Weet ik dus niet wat er gaat gebeuren. Not enough experience yet, hè? Kan je die man moet ook zo ineens naar je basis gaan dan? Nee, dat kan niet. Ja, kan er wel naartoe gaan. Maar als je hem niet aanvalt, gebeurt er niks. Je hebt altijd, als een pal agressief is, dan zie je, als je er naar kijkt, zie je bij het naampje daar rechts, zie je altijd zo'n rood soort duiveltje zie je staan. En dan weet je precies van, deze is agressief, hier moet ik even een beetje omheen lopen. Nice ook in deze game is, dat is net zoals bij Valheim heel erg satisfying, dat je voor alles XP krijgt.
Vind je niet? Ja, het is één grote dopamine game dit voor mij. Ja, want je pakt hout op de grond op, steen op de grond, hup, plus 1 XP, plus 1 XP. En het heeft zin om een level omhoog te gaan, want dat, ja, dat is nodig. Ja, en je pals levelen als je ze bij je hebt. Ja. Yeah. In je party. En je basis levelen ze. Ik denk dat we moeten slapen, die pals moeten maken en dan meteen op af en toe kunnen. Oké. Okay. Dat denk ik. Dit zal ik even repareren. Dit even repareren. Zo. Had ik nou dat shield al? Ja, dat shield heb ik. Oké. Ja. Oké, ik heb er weer 15, dus we good. Je kan je palbox gewoon verplaatsen. Oh, echt? Oh, kut. Nu heb ik ze opgepakt. Hoe dan? Leest hij alle subs? Ja, man. Sorry? Ik geloof dat je gewoon kan demolishen en dan opnieuw kan plaatsen. Maar ik weet niet dus wat er gebeurt als je al dingen hebt neergezet in de omgeving. Dat weet ik ook niet, inderdaad. Dat is een beetje gevaarlijk. Ja. Goed. Er staat trouwens ook... iemand vraagt ook van... Gaan ze in de nacht op pad? Nou, als je 's nachts op pad gaat... Dan kom je ook dus andere soort pals tegen die 's nachts leven. Bijvoorbeeld een L. Of een of andere paarse, rare... Wat is het? Vliegend ding of zo, weet ik het. Dankjewel voor de donatie, Maximus. Dankjewel voor de €2,50. Zullen we even slapen en dan gaan? Yes. Nice. Goedemorgen, goedemorgen. Yo, Remy van der Slot. Lid worden werkt inderdaad niet tegen reclame. Het is niet zoals op Twitch. Daarom kan je op YouTube ook zelf kiezen hoeveel je betaalt. Het is puur als support voor de streamer. En het is... in ieder geval voor mij, als je lid wordt bij mij, dan krijg je iedere maand ook games in de community post op YouTube. Dus als je dan je meldingen aan hebt, dan krijg je een berichtje. En dan zie je een paar gratis games die je kan claimen van mij. Mocht je snel genoeg zijn. Want er zijn meerdere leden die ook graag gratis games willen natuurlijk. dus dat is sowieso een voordeel. En de leden die kunnen altijd meedoen met games. Morgen ga ik bijvoorbeeld Euro Truck Simulator doen. En dan kunnen de games, of dan kunnen mensen ook weer meedoen en meerijden in het convoy. Ik heb net de code gedeeld voor Palworld. Dus als je Palworld hebt op de Xbox Game Pass, kun je gewoon deze server joinen en gewoon met ons meedoen. Maar dat blijkt wel weer dat niemand deze game in Nederland speelt. Nee, wat ik echt ook niet begrijp. Ik ook niet. Ik begrijp dat ook niet, want het is echt een super vette game. Maar de code staat erin, dus jullie kunnen gewoon joinen. Alleen niet via Steam dan. En verder... ja man, de enige manier om te stoppen dat je reclame hebt op YouTube is YouTube Premium halen. Dat is de enige manier. We spelen het wel, alleen niet op de Game Pass. Oké, dat is een goed punt. Goed punt. Ja, het is gewoon meer van... Oh ja, ik heb trouwens ook vorige maand Game Pass keys weggegeven. Dus degene die die heeft unlocked als lid... Yo, jij kan hem spelen, gast. Wordt het een serie of ga je vaker spelen? Dat is een beetje allebei hetzelfde, toch? Wordt dit een serie of ga je vaker... Ja, serie weet ik niet. Vaker spelen? Ja, ik speel het al heel lang. Ik speel het al sinds release, dus... ja, man. YouTube Premium is top. Dutch Biker, bro. YouTube Premium is de shit, bro. Echt zo chill. Telefoon, al overal. YouTube Premium is echt de shit. Echt super chill. Oké. Okay. Hey, Milan. Oh. Altijd leuk om naar je games te kijken. Groeten. Uit Zutphen. Dankjewel, Alex Die Lange. Dankjewel voor de €6 superchat. Wordt gewaardeerd, die support. En bedankt voor je compliment, man. Groetjes terug uit Soesterberg. Naar Zutphen toe. Thanks, man. Laten we op pad gaan, Jasper. Ja, man. Kijken wat er achter de berg is. Ja. We kunnen de berg op
klimmen. Oh ja, ik zie het je. Wil je dat ook? Nee. Waarom zeg je dan dat het een optie is? Nou ja, gewoon even laten weten. Kijk, en de kijkers, kijk, je kan gewoon klimmen. Welke game kan dat nou? Oh, ik wist het ook niet dat je echt gewoon recht de muur op kan klimmen. Ja, bro. Je kan gewoon zo klimmen. Ja, je kan gewoon helemaal omhoog als je wil. Wel fall damage, maar... je ziet ook trouwens dat Jasper een beetje lagt in de game. Maar dat komt dus omdat het een early access is. Oh mijn god, dit was een goede basisplek. Ja, dit is veel beter. Ja, waarom hebben we hier de basis niet Er is gewoon. Hier ook zonlicht. Zeg maar, dat miste ik ook al bij ons, dat er geen zonlicht was. Huh? Maar hier word je vrolijk van, want die andere plek niet. Nee, klopt. Wat kut, man. Nou goed. Ja. Gaan we. Even wat pals vangen. Nee, oh shit, ik moet even mijn schapie... Wat jij oppakte daar, Jasper, dat wil ik zometeen ook even oppakken. Want dan kan ik het even uitleggen van wat dat is. Ja. Maar dat, als je zometeen weer eentje ziet, moet je even laten weten. Ja. Dat is wol wat ik nu oppak. Ik wilde net die vangen, maar mijn pal was eruit. En mijn... Zie je dat als schoppen tegen een pingwing aan? Ik? Ja, hier, je voetbalt deze pingwing gewoon naar hier. Oh, ja, dat is weer een gevalletje. Ik zie geen pingwing. Oh, ik wel. Ik ben aan het voetballen met een pingwing nu. Ik zou niet durven. Oké. Daar gaat hij. Goed. Ben jij nou aan het schoppen tegen een pingwing aan? Ja. Laten we naar die toren gaan. Oké, dat is goed. Oh... Je kunt uiteindelijk 3 basissen maken. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar je wil eigenlijk die andere 2 basissen wil je dan... Dit is zo schattig. Wat is er dan? Ja. Wil je farms van maken, zeg maar. Oh, die T-Vent. Ja, die is zo schattig. Olifantje, ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Olifantje! Kijk nou! Een knuppel. Knuppel, olifant. Ik ga hem vangen. Ja! 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 Let's go! Bad. It's mine! Olifantje. Super cool. Die is zo cute. Ik kan hem even aaien. Shooting shower, wat is dat dan? Oh, kijk nou! Oh god, hij komt helemaal klaar. Oh, nee! Oh, hey, nog één. Oh, ik wil er ook één. Oh, hij... Oh, dat is HP! Huh? Oh, kan je healen? Ja, dan kan je healen! Dus als jij... Heb je hem nu bij je? Nee. Oh. Dan kun je hem dus healen. Er ook één? Wow. Ik ben hier nog helemaal niet geweest, bro. Wat is hier? Dat weet ik niet. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Ik zie daar een doos ook staan. Het is wel mooi hier, man. Oh, daar zie ik nog een ei. Oh, ik zag net ook een ei trouwens. Die gepakt nog? Nee. Oh, ik zag net hier een ei liggen, hier rechts. Oh, kijk daar. Glinstert. Oh, daar een vogel. Een Nightwing. Deze moet ik even hebben. Dat is wel handig voor later. De wateranimatie is cool. Ja, dat is die Unreal Engine 5. Dat is wel nice. Vroeger was dat ook, hè? Je kijkt naar het water en dan weet je dat de game goed is. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat was toen altijd een ding. Ik zie een olifant in de boom daar. Waar? Ik wil er even naar kijken, want ik kijk hier links. In het noorden. Ik zie een olifant in de boom. Ja, kijk. Wat doet hij daar in die boom? Hey, wat is dit? Yo. En een dungeon is hier volgens mij, hoor. Voor mij ook. Ja, man. Enter dungeon. Level 13. Ja, gaan we niet redden, gast. Nee, dat is wel een beetje hoog. Ik doe mij er weer aan.
Hij moet weer even gaan spuiten. Oh, wat fijn. Ja, hoe ga ik... Ik moet gewoon proberen zo te vangen. Oh, huh? Kan je niet gewoon een bal gooien? Ja. Nice. Oh. Jammer. Nou is hij nog hoger. Heb jij een pijl en boog? Nee. Kut. Oh, huh? Nog één. Er nog één. Oh, hi. Level 1. Ja. Die kan je beter vangen. Oh, wacht. Ik ga maar naar boven toe, joh. Gewoon naar boven hier zo. Waarom zitten ze in de boom? Waarom zijn de olifanten in de boom? Kan ik hier ook op staan? Oh ja. Oké. Okay. Komt hij aan? Vet. Ik heb hem denk ik. Hoe krijg je die bals dan voor Milan in de boom? Ja, ik weet niet of je dit kan zien, maar ik dans. Oh nee, ik zit, bedoel ik. Je zit in de boom. Wat kan ik nog meer doen? Sit on ground. Nu zit ik in de boom. Ik weet niet eens hoe je dat doet. Met 4. Ah. Wat doe jij nou? Ik hoor wieuw wieuw wieuw. Ja. Oh. Ah. Nice, je is goed aan het squatten. Ja. Backom? Je ziet het wel gewoon. Oh. Oeh. Yo, je bent aan het dansen, yo! Oh, jij ziet het wel. Sick. Ja, ik zie dat wel, ja, wat je doet. Helemaal draaierig. Gaan we de dungeon in? Nee, ik stel voor dat we naar de toren gaan. Oké. Okay. En daar even kijken. Gotcha. Gaan we dan goed? Ja. Weet ik niet. Ik ga even deze vangen. Oh, dit is er ook een kamp. Oké. Okay. Oh shit, ik mis. Zag je dat? Ik gooide net mijn bal toen hij wegrende. Hey, kom eens hier, man. Er is één gast. Wat de... Ga er eens in, bro. Man, oh man. Ze zijn er trouwens wel lijp aan het vechten. Ja, het is een of andere battle hier gaande. Het is, Ja. Oh, kijk, hier rechts. Hier ligt een kaart. Dit is volgens mij voor de lore. Die wij niet lezen. Maar goed. Vangen we even tussendoor. Maar hier is een lijp gevecht gaande. En wat ik dan gewoon doe altijd, is gewoon stiekem hier naartoe lopen. Wow, het is een egel. Het is een egel inderdaad. Een blauwe. Yo. The Jolthawk Christ, man. Oh, ik heb hem niet, want mijn party is vol. Kleurtje mut, man. Ik heb hem daardoor niet. Jammer. Ja. Dat is wel jammer, ja. Wilden wij hier vechten? Ja, dit kunnen wij wel aan, gast. Let's go. Hier. Maaf, Kees. Uh-oh. Hebben we nu die Ike hier ook? Ja. Oeh, nice. Deze zag ik. Misschien kan je er een vangen. Ik heb een pangolet gevangen net. Wat is dit? Wat is dit? Oh, oh. Zo. Oh mijn glotje. Wat gebeurde hier? Pak hem. Hij is nu boos. Ja. We pakken hem. Vang hem. Maak hem eens laag. En dan doe je Pokémon terug. Zodat hij niet meer aanvalt. Oh, voorzichtig. Ik doe even snel. Kom hierheen met je flurf. Ik wil HP hebben. Komt ie aan. Thanks. Help. Ik ga naar boven toe. Hij ziet me niet. Waar is hij? Prachtig. Oh. Vangen! Zo. Ik kom hier even terug. Oh, mis. Nog een keer? Daarna jij.
Oké. Waar is die nou? Boven. Oh. Ik heb hem! Lekker, man. Een vogel. Let's go, ik heb een vogel, jongen! Een vogel, jongen. Even een vogelrok. Het is van de Efteling, hè? Oh, dat is mijn favoriete nummerke. Van vogelrok. Als je party vol zit, gaan ze naar je palbox. Ja, dat klopt. Zit in mijn palbox. Oh, we good. We good. Oh ja, ik heb stat points. Ik vergeet het altijd. Even kijken. Wat gaan we uppen? Ik denk HP. Een goeie. Of nee, stamina denk ik. Is wel even chill in het begin. Tot 150 en dan weight tot 600. En dan doe ik de rest van de dingen. Dan ga ik denk ik voor HP. Voor die attack ga je plus 2. Dat vind ik net niet of zo. Maar goed. En ik weet ook niet hoeveel dat doet of zo. Nee. Of die attack ook iets doet bij een pijl en boog. Of... Ja, volgens mij wel. Zo. Eén. Kijk, rol ook. Wow. Je hebt hem. Ja. Sta erop. Zo. Oh nee. Wat doe ik nou? Nee. Nee. Oh. Nee. Wacht. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dat was niet de bedoeling. Nou ja, het is early access. Dat betekent, er zitten nog bugs in. Fouten, dingen die nog gerepareerd moeten worden. En dat is er één van. Genoteerd. Wanneer een maat iets vangt, klim niet op de bal. Klim niet op de bal. Oh, hier is een fast tipie. Oh, dat is chill. Een fast TP, een fast travel. Een fast teleport. We hebben een vogel daar voor jou. Waar? Waar, daar links. Wacht, ik lok hem. Hoe dan? De een duif na. Wow, what the fuck? Was dat in real life? Ja. Yo, ben jij zo'n oehoe man? Ik ben een... Ik weet niet wat... Zo'n oehoe man is, als je dat wil. Kom, dat is die guy die de duiven melkt, die dan zo zegt... Oh ja. Ja, dat doe ik elke zondag. Dat is ziek. Kom. Ja, ik heb honger. Kom naar beneden. Ja, dat beest bedoel ik. Ja, dat beest moet naar beneden, ik weet niet hoe. Hoe gaan we hem naar beneden halen? Misschien je dingen op agressief zetten of zo? Oh. Kom. Command attack aggressively. Nou, de pinguïn is nog steeds zo lief als dat hij net was. Hij komt wel hierheen. Klim maar boven. Oh. Voelt wel mee hoe agressief die ja, is. Ja, daar komt hij. Oh. Ik ga springen en slaan. We kunnen ook net als Fortnite... Oh, hij is vraagtekens aan het doen. We kunnen ook net als Fortnite gewoon bouwen. Naar hem toe. Bouw... Dit. Zo, en dan... Snel de muren eromheen eerst. Nee, gewoon een trap. Een trap, toch? Hoe? You're not connected to a structure. Oh. Dat is alleen de onderkant. Zo. En dan zo. En dan kan je hier eens tussen een trap doen? Nee. Misschien moet... Nog eens... Oh. Oeps. Ik heb geen hout meer nu. Oh, hier ligt hout. Oh, ik heb nog een idee. Nou? Doe we veel moeite voor een vogel trouwens, bro. Jij een vogel, ik een vogel. Oh, een bal gooien! Eerst gewoon een bal gooien, zegt iemand. Ja! Ja, kijk. Ja, nice. Gewoon een bal. Is die boos? Oh, ik kom eens in de buurt met die bal. Huh. Ja! Hij is boos. Hier ligt een bal. Okay, nice. Goed. Ja. Attack. Nice. Pak hem. Oh. Hij is nu al dood? Oh, man. Mijn pengulet heeft dat gedaan, man. Sorry, bro. Sorry, man. Oké.
Wacht. Voordat we dat die toren gaan. Maar die toren, dat is de tutorial daar rechtsboven. Challenge the boss. Laten we eerst even teruggaan om even snel die pallets te nemen die goed zijn. Oké. Okay. Pallets? Pals. Armen vol. Ja, is goed. Ja, laten we die pallets er even uithalen voor de Arbo-wet. Ja. Ik heb een vogel. Ik heb een Joltok. Echt sick. Wat fijn dat jij een vogel hebt. Oh nee, niet zo. Blij voor je. Kijk, Vanguard is 10% player attack. Nice. Deze heeft Swift en Workslave. Dat is ook nice. 30% workspeed. Eigenlijk heb ik heb niks aan die Joltok. Die is hartstikke slecht, man. Min 30% attack. Die hoef ik niet eens. Stom beest. Dat wil ik niet. Hey, wil je zo'n vuurvos? Die loopt hier. Ja, die heb ik nog niet. Ja, daar. Deze. Toch? Ja, nee, hier. Oh, ja. Ja, kan ook. Ja, van die. Dan pak ik deze. Oh. Pak ik deze. Ik zie hier nog één. Oh, nee, die is van ons, San. Ik zie er nog twee lopen. Nee! Wat doe je nou? Fucking smukmuk! Dat komt omdat ze op onze basis helpen ze natuurlijk mee. Ik doe het wel even hier. Kom hierheen. Ik ren achter hen aan. Kom, niet wegrennen. Ja, ik heb hem. Ik heb hem geen stamina meer. Auw. Kom hier, man. Hoek hem. Vang hem. Waarom sta ik in de fik? Ik loop in het water, bro. Waarom ben ik in de fik? Ik loop in het water! Dat is wel een beetje gek, ja. Hallo, game! Dank je. Ik moest helemaal onder water zijn. Heb je hem al? Ja, ik heb er één. Oef. Ik ben er weer raak. Niet doen! Ik zag jouw bal wegvliegen. Nee! Ik heb hem. 60%. This is mine. Oh, daar ga je, bro. Daar ga je. Het werkt echt altijd. Dit is water, toch? Hier ga ik niet dood, hoor. Nee. Wow, dat is sick. Nice, man. Oh ja, je hebt ook shinies inderdaad. Wow, Kevin, thanks voor dit zeggen in de chat. Hij zegt, ik heb een shiny van die vos. Maar je hebt inderdaad rares. Dus je hebt sommige pals en die hebben helemaal glitters. En die hoor je dan ook glitteren vogel, van afstand. Vogel. Ja, ik zie hem. En dan kun je die dus vangen, want die zijn vaak wat sterker. Maar die zijn ook vrij uniek, want die rares kom je bijna niet tegen. In Pokémon noem je dat shiny, maar... ja. Oh, als ik hem nu heb, hè. Dat zou wel ziek zijn. Nee, heb ik niet. Niet aan onze basis, want dan gaat iedereen erbij vallen. Ja, nee, maar dat is goed, want hij is hoog level. Dus ik gooi wel mijn bal op tijd. Ja, weet je dat? Ja. Oké, zo! Zo, man is wild. Ja, inderdaad. Even ik val niet meer aan. We doen nu geen moeite. Oh, hij juked. Oh, ik heb gegooid. Nice. Oeh. Je hebt hem niet. Oeh. Let's go. Oh, dit is jouw bal. Waarom is... waarom speel ik met jou, bro? Jij bent van, oh, wacht op mij. Rustig aan. Je fuckt zo mijn fucking vogel voor mijn neus weg. Bro, ik dacht net, jij gooide met die foxpart. Dus ik dacht, ik gooi ook. Oh. En nu had ik hem gewoon... Toen ik die 12% zag, dacht ik, oh nee, kut, ik heb hem. Oh nee. En toen had ik al mijn hand bij mijn mond van, oh nee. Maar ik kan hem droppen. Ja, nee, ik wil hem zelf vangen. Ik hoef niks van jou. Oké. Okay. Je wil hem zelf vangen. Hier heb je een stuk vuur. Ja, oké. Okay. Sorry, man. Het was wel echt te grappig. Ja. Oh, hier is er één. Hier is er één. Ja. Oké. Eerst volgende vogel. Gaan we pakken. Ja. Jij. Ga ik pakken. Ga jij pakken. Oké. Laten we naar de toren gaan. Ja. Daar is een vogel, bro. 100%.
Geen vogel. Ah, het is ook hartstikke donker hier. Wel een Kramis en een Melpaka. Melpaka? Zo hoorde ik jou. Jij een vrouwencharacter. Weet ik niet. Interessant. Dat gaan we niet nog een keer doen. Nee. Oeh. Wil je deze dan? Ja, gaat het ons lukken, dit? Ja, joh. Wacht, gooi even mijn Nightwing. Oh, wat vet. wat een alpaca of een coole vogel die dit allemaal doet? En, ik wil de leuke alpaca wel. Oké, nou dan niet. Oh. Ja, dan niet. Ja, dan niet. Ja, dan niet. Hoe snel je reageert ook. Hier. Ja. Wat goed. We moeten eigenlijk een keer even een challenge doen van wie de meeste paals kan vangen binnen zoveel of zo, weet je wel? Binnen een uur. Ja, een uur, ja. Ja, dat we er allebei 100 paals hebben of zo, weet je wel? En dan... Het zou wel lachen zijn. Zo. Oké. Laten we die toren ingaan of niet? Ik denk het wel. Denk ik ook. Kijken wat erin is. Ja. Milan, jij moet eens proberen om Lethal Company te spelen. Prolokai, jij moet eens proberen om te googlen of YouTuben naar de game en dan mijn naam erachter. Dan ga je gegarandeerd mij die game zien spelen. Als je namelijk zoekt op Lethal Company Milan Knol, dan kom je gegarandeerd 2 of 3 of misschien wel 4 afleveringen tegen. Hoe sick is dat? Je gaat geklaard worden in die toren? Nee bro, wie denk je dat we zijn man? Join boss battle. Let's go. Begin. Hoppakee, met z'n tweeën erin. Wat willen ze doen dan? Vet. Oeh. Hey, dat is de Lamborghini van Enzo met die kleuren. 50-50. Op de hoofd. Oh damn. Het is Electra Buzz. Het is... Grisbald. Met Zoo. Daar gaan we. Oké, rennen. Waar moeten we... Attack. Attack de boss. Ik ga rondjes rennen, ik ben bang. Oh. Auw. Ik val hem aan. Yeah. We doen helemaal geen damage. We doen helemaal niks. Wat doet hij? Huh? Wat doet hij? We hebben dit. Kietel hem. Gewoon naar hem toe. Oh, waar is hij? Fuck is hij? Zo, wat doet hij allemaal, joh? Blijf even stilstaan. Oh. Attack. Oh, hij heeft hem op mij gemunt. Ah, ik heb een laser op me. Ah, kut, sorry. Blijf hier even achter. Even snel eten. We kunnen dit. Ja, we zijn al op 5%. Mijn Nightwing gaat dood, denk ik nu. Attack, jongen. Ja, mijn Nightwing is dood. Oké. Nightwing, let's go. Ik heb een laser op mijn hoofd. Kom je helpen. Oh, ja, toch niet. Wat helpt? Ik ben dood. Ik kom je helpen. Ik weet niet wat voor manier je me wilde gaan helpen. Waarom naast me staan. Oh, hij is een ijsblok. Ik ga je snel reviven. We hebben tijd. Thanks, Pengulet. Oh, ja, hij focust Pengulet. Gooi meteen je paal eruit. Go. Oké. Ah! Het is gelukt, We got it! En nu? Het is 18 damage. Echt helemaal echt geen moer. Oh, weer laser. Schaap. Oh, goed. Doe het. Prik. Kijk, heb schaap. Oh, dit nog met damage ook. Ah!
Oké, ik ben bijna dood, man. 100 HP. Oh shit. 20, 10 HP. Oh, ik ben weer dood. Oh nee, hoe dan? Oh ja, die man die springt toch op mijn neus. Ah, oh, 6 HP! Jee. Oh jee. Oh, ik heb een stroomdring op mijn neus! Oh. Ik gebruik gewoon hem als Fluffy Shield. Ja. Fluffy Shield. Kom hier, snel ren. Oh, ja, hij komt eraan, hij komt eraan. Kom, snel ren! Kutschap! Ren! Oké, okay, energy 5. Ik heb een schild en ik revive. Ja, hij zit hierachter. Huh? Hij zit klem. Oh jee. Oh nee. Oh nee. Ik heb een schild, ik heb een schild. Zie. Ah! We good. Val aan, val aan. Ja, val aan. Hoe? Ik prik hem. Oké, okay, ja, Fox Park is alweer dood. Ik ga rondjes rennen. Oké, okay, mijn andere Nightwing. Oh. Misschien kan die iets doen. Hij kan springen. Je andere Nightwing. Oké, okay, bro. Oh. We hebben nog 6,5 minuten. Oh, ik doe wel free damage nu. Oh, Nightwing is bijna dood, man. Prik hem. Ik ben weer dood. Hoe, waarom ga jij niet dood en ik wel dood? Ja, weet ik niet. Ik heb misschien... Ik heb mijn health gestat. Je health gestat? Ja. Oh, hij is dood. Oké, okay, next. Ik moet eten. Oh, dat heb ik namelijk ook helemaal vol. Ja, dat had ik niet. Eten. Prik. Pas op, Penguin. Oh, prik, nee. Prik. Aha. Maar jij hebt toch een speer? Ik niet eens, hè. Ik heb nog steeds die woeden club. Ja, ik weet het ook niet. Oh, daar ging de pingwing. De laatste. Oh jee. Oh, ik heb een laser op mijn bek. Zo, mijn C4. Ja. Oh, aarde werkt hier goed tegen natuurlijk. Oh, wacht. Shooting shower. HP. Thanks, bro. En weer terug. Hoppakee. Oh jee. Ik heb geen Pokémon's meer. Pals meer. Helemaal niks. Nee. Misschien kan ik een bal op hem gooien. Nee, werkt niet. Kom hier, bro. Kom als Fluffy Shield, kom. Nee, hij is dood. Kut, zit er nog meer? Ik heb er nog één. Oh. Ik heb een T-vand. Dat is de laatste. Maar dat gaan we niet redden, bro. Dat gaan we niet redden. Oh. Nee. Oh. Kunnen we hieruit ontsnappen of zo? Kunnen we hier weg, ja? Ja, dat vraag ik me af. Weet ik ook niet. Want het is nu wel duidelijk dat we hier nog niet klaar voor waren. Nee, klopt. Ik ga hem vangen! Kut. Hij is immuun. Weer dat rode ding. Weg jij. Dat gaan we nooit redden meer. Nee, man. Dat gaan we niet redden, niet. Maar wat dan? Dan doodgaan, I guess. Jammer, man. Ik weet niet met welk level je dit verslaat. We gaan hand in hand dood. Respect, man. Respect. Mag jij een vogel van me hebben? Oh, je ligt erop. Oké. Okay. Dropt all items and equipment. Ik had echt gedacht, we zijn al even bezig. Huh? Wij kunnen dit. Hoezo kan ik helemaal linksonder spannen? Hoezo kan jij helemaal linksonder spannen? Sea Breeze kan ik helemaal spannen. Dat is vet ver weg. Eastern Wild Island. Ah, interessant. Nou, cool. Iedereen is dood, dus iedereen moet ik in mijn box zetten om hem weer tot leven te brengen. Dat duurt 10 minuten. Dus die gaan allemaal hierheen. En allemaal items ben ik kwijt. Maar waar ga ik die weer terugvinden dan nu? Bij de toren? Ja. Liggen ze daar? Ja. Nou, dan kom ik daar wel even heen. Ja. Kijk. Oh, je hebt alles weer. Nice. Hoe krijg je geweren? Ja, dan moet je craften later. Hoe groter, hoe hoger level, hoe meer dingen je kan craften. Take all. Dank u. Goed.
Dat was niet zo succesvol. Nope. Ik denk dat wij level 15 moeten zijn, misschien. Ja, we moeten in ieder geval nog een hele hoop vangen, denk ik. Ja. Fast travel weer naar de basis. Oeh, 2 eiktediers. Die kunnen we vangen. Oké. Okay. Laat me even een Pokémon pakken. Huh? Okay. Shit, ze rennen weg. Nee, maar... Oh, te laat. Waarom raak... Oh. Ja, sorry man. Nee, dat is oké. Okay. Deze kunnen ze wel makkelijk eten natuurlijk, hè? Ja, iedereen is hier nog wel braaf aan het werk. Oké, okay, bakken jullie. Het huisje is ook echt zo'n simpel ding. Maar later in de game maken we wel echt een wat beter huis. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Oh ja, mijn armor is damaged, dus ik moet even repareren. Wooden club. Ik ga de wooden club denk ik wegdoen. En dan wil ik eigenlijk een speer hebben. Mm-hmm. Kan ik die maken? 2 wood. Dat heb jij wel, denk ik. Ja. Ik zal dat even in de kist doen. Thanks, bro. Hey, nogmaals, sorry voor die vogel, hè. Ja, tik erin. heb je de woed al in de kist? Ja. Waarom zie ik het niet dan? Oh ja, nu wel. Dan moet je weer opnieuw doen. Oké, en repair, wat kan ik hier doen? Outfit. 2 cloth. Domme, dan moet ik weer klot maken. Moet jij ook doen, zeker? Nee, ik ben oké. Oh. Ik moet dan eerst bij technology, denk ik, klot even unlocken. Want die heb ik nog niet. Ja, hier, deze. Klot. Nice. Oh, we kunnen ook een crusher maken. Dat doen we straks ook wel. Klot. Laten we er maar... Weet niet. 5 is voor nu al even genoeg. Miss Mammoet eerst proberen te fixen. Oh ja, die Mammoet daarboven van level 38. Dat lijkt me wel een goed plan, ja. Oh ja. Ja, ja. Kunnen we dan daarna die toren wel verslaan. Ja, goed plan. Die wooden club mag voor mij wel weg. Doei. Heb jij dit klotje nodig wat hier ligt? Per. Klotje? Nee, pak maar. Ja, of. Ik heb hem niet nodig, maar ik heb hem ook niet gemaakt. Nee, ik heb hem gepakt. Oké. Okay. Gooi hem in de kist. Dit kan allemaal daarheen, dit is allemaal meuk, kan allemaal daarheen, dit kan ook allemaal daarheen. Hoppakee. Zo. Wel aardig wat meuk, man. Gaat goed. Ja, goed beginnen. Een tree shot bow? Ben je een tree shot bow aan het maken? Ja, die zag ik opeens in mijn tree staan. Ja, dat is... Technology tree. Dat is level 10. Ja, dat ben ik ook. Ja, hoe? En dan ga je zeiken om een vogel. Je hebt een tree shot bow, je hebt een lijpe bow al. Nou ja, ik wilde deze boog aan jou geven, maar daar kan je nu weer in. ja, ik zuig mijn linker boogbal, echt. Ik dacht, ik maak even een boog voor Milan. Vindt hij vast leuk, als ik een boog voor hem maak. Ja, het is goed met je. Maar ik ga nu gewoon op F drukken. Kijk eens wat ik hier heb. Een boog. Nou, wat vet. Heb je ook arrows? Heeft hij ook nog, tuurlijk, gast. Moet je nog meer hebben? Arrows. Nee, want ik ga ook voor jou gewoon nog steeds een boog maken. Want zo ben ik. Wauw. Thanks, man. Nice. Zal ik dan een vogel voor jou vangen weer? Nee. Zo, dan doe ik ook wat voor jou. Maar ik wil mijn eigen vogel. Oh. Vangen. Ja, ik wou hem voor jou vangen. Als ik hem vang. Ik wou hem voor jou vangen. Yo, Scheurder. Dankjewel voor de euro, man. Ik waardeer het. Thanks dat je nog steeds lid bent. Goud. Ik hak even mee, man. Bijna level 9. Bijna. Niemand heeft ook de Xbox Game Pass, hè? Nee. Qua leden. Als jij lid bent trouwens en je kijkt en je hebt de Xbox Game Pass, dan kun je gewoon deze server nu joinen. Als je in de Discord de code ziet. Maar niemand heeft Xbox Game Pass. Echt sick. We zijn de enige 2, denk ik. Dat het echt wel waard is.
Ja, no hashtag ad, maar... No ad. No hashtag ad, maar ja, het is het zeker wel waard, bro. Hoeveel games je krijgt. Ik speel vet veel games, hoor, op die Game Pass. Ja, same. En het is ook als je je dus verveelt, vind ik zelf heel fijn dat je gewoon een paar games kan testen. Eens. Ja. Oh. Oké, ik doe even health erbij. Zo. Even kijken, ik heb nog wat steen erbij. Wood, ore. Hoppakee. Nou, kijk eens wat ik hier voor jou heb. Een bow! Oh shit. Dat is een eend. Ja, een eend. Wing, wing. Een eend ook trouwens, what the fuck inderdaad. Ja. Yes, thanks man. Alsjeblieft man. Ik gooi hem hier. Dan gooi ik die hier. Ah, die torch heb ik niet nodig, toch? Nee, die torch heb ik niet. Nou, weet ik niet. Die torch nodig? Neem wel mee. Maakt ook niet uit. Sick man, thanks. Ik moet alleen nog even... arrows hebben. Zo, ook voor jou meteen. Ik wil Kak dit ook wel zien spelen. Yo, Schreuder. Schreuder, Schreuder, Schreuder. Dat is een goed idee, man. Thanks voor je 2 euro. Maar dat is een goed idee, inderdaad. Om misschien... want aanstaande donderdag hebben we geen livestream. Kaak is er ook niet, maar ik ben er helaas ook niet. Want ik heb ook een afspraak. Maar volgende week donderdag zouden we misschien inderdaad kunnen vragen of Kaak meedoet met dit. En omdat dit nog vrij basis is, hoe we nu hier spelen. En op zich iedereen kan joinen die lid is. Is het zo van, yo, laten we dit gewoon een gezellige, leuke server houden. Waar sommige mensen dan ook aanwezig zijn. En dan is het ook gezellig als Kaak erbij is. Kijk, soms heb je nog wel een beetje buggy iets. Zoals hier die Gummos, zag je dat? Die stond achter die kist vast. En in één keer spannen die er doorheen. Er zijn een paar... Oh, of dat je dit doet. Terwijl je dat eigenlijk niet wil doen. Ups. Ja, maar dat is wel een goed idee. Misschien moet ik Kaak even vragen of hij... sterker nog, hoef ik niet eens te vragen. Ik moet gewoon zeggen van... Yo, dit wordt de game. Dit wordt de game, man. Kun jij die arrows pakken? Dan kan ik meehelpen daarna. Ja, dat zat ik dus ook mee. Hij is ook al gaan slapen omdat je hem erop legt. Oh, echt? Ja. Nu is hij weer wakker. Oh. Je gooide al dat bed, dan ging je ook echt slapen. Ja, Steam staat op versie 1.3. Game Pass op 0.1.1.2. Echt? Zo, ja, zo lelijk, man. Game Pass loopt echt ver achter. Oké, okay. Henk, ik ga je weer wat vertellen. Let op. Henk zegt namelijk... Kun je beter spel kopen op Steam eenmalig bedrag voor het kopen... in plaats van elke maand betalen voor de pas? Oké, okay, wat je betaalt voor de Game Pass... en nogmaals, geen reclame. Ik heb wel vaker reclame gedaan voor Xbox Game Pass. Daarom ben ik niet alleen fan ervan... maar ben ik ook nog eens heel erg positief erover. Want dankzij hun heb ik ingezien hoeveel voordelig dat is. Want... Je hebt namelijk zo, met de Game Pass betaal je ongeveer 140 euro per jaar. Als je het goedkoopste abonnement doet, een heel jaar lang. 140 euro per jaar, ja? En je hebt op de Game Pass iedere maand, wat is het, 8 of zo, 7 nieuwe games. Maar ook nieuwe games die gewoon veel en veel duurder zijn. Dus als ik kijk hoeveel games ik speel op de Game Pass en de waarde daarvan, dan ben ik altijd goedkoper uit. Als ik al die games die ik speel op de Game Pass in een heel jaar allemaal los zou kopen, was ik gegarandeerd meer kwijt dan 144 euro. Gegarandeerd. Ja. En nu ben ik veel goedkoper uit. Je koopt een game, een AAA game, en die kost je 60 euro en je speelt hem maar 5 uur. En dan denk je van, dit is hem niet, man. Ja, dan ben je ook fokt. Ja. Ja, want als je de game niet leuk vindt... Ja, na 2 uur kun je hem nog refunden. Maar je kan hem niet refunden als je hem al 4 uur, 5 uur hebt gespeeld... en je denkt daarna, oh, dit is kut. Zoals bij Cyberpunk had ik dat. Ja. Helemaal in het begin. Toen dacht ik, oh, dit is kut. En bij Game Pass heb je inderdaad gewoon van... Oké, okay, uninstall, joh, ga weer verder, joh, kalm. Zoek het uit. Maar goed, je hebt daar ook wel weer heel weinig keus... en dus blijkbaar laat met updates. Dat is dan wel weer eerlijk. Als je Game Pass stopt, ben je dan ook de games kwijt? Ja, tuurlijk. Want je hebt een abonnement. Je hebt die games niet in bezit.
Dan moet je ze kopen. Nou, dan ben je duurder uit. Dat is een voor die model ook. Dat je een abonnement neemt in plaats van dat je het gaat kopen los. Je kan ook je krijgt sowieso als je Game Pass hebt, krijg je korting op de games. Dus je kan ze altijd nog kopen. Je kan altijd nog zeggen van, yo, ik ga hem kopen. Want je kan ook gewoon Palworld gewoon kopen op de Game Pass. Maar ja, ik doe dat dan liever persoonlijk op Steam als ik iets koop. Ja, ik vraag me af, zeg maar, als je, ja, zeg maar, natuurlijk, je hebt games, als je ze koopt, zijn ze van jezelf. Maar, hoe vaak, zeg maar, hoeveel games ga je nog naar terug nadat je ze een maand hebt gespeeld? Ja, weinig inderdaad. Ja, ja, ik kan er, dus, zeg maar, ja, je kan een handjevol wel noemen waar je dan naar terug gaat. Maar... Bro, ik heb 1000 games in mijn Steam en ik denk dat ik er 4 van speel nog van lang terug. Ja. Dat is Rocket League. Ja. Het was gratis op een gegeven moment. Dus het was ook nog eens gratis op een gegeven moment inderdaad, ja. Ik kan trouwens meteen wel even checken, wat nog meer. Nou, dat was hem. Ik zit even te kijken naar mijn laatste games, maar dat zijn allemaal games. Oh nee, Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. Oh, ja. Ja, en dan heb je misschien soms zin in een shooter of zo. Dus dan ga je misschien wel eens naar een oude COD of naar een Battlefield of whatever. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dan... ja, Red Dead Redemption of zo. Die zit dat, zeg maar, dat, daar ga ik dan nog wel eens interessant mee terug. Ja. Ja, maar weet je wat je ook kan doen, Henk? Want Henk zegt ook van, ja, ik hou het wel bij Steam. En Joey zegt ook van, ik hou het bij Steam. Wat je ook kan doen is, als jij bijvoorbeeld een game ziet... Je denkt van, oh, die is nice. Dan doe je gewoon even je Game Pass 1 maand. Dat kost je dan €11. Dan kun je die game dus gewoon spelen. En dan kun je... en als jij weet van, yo, ik speel deze game binnen een maand uit. Want ik heb vakantie of whatever de reden ook is. Zeg je het er daar weer op. Dan ga je het weer opzeggen. En dan heb je gewoon voor €11 toch nog die game gespeeld. En dan, ik bedoel, boeien dat je hem houdt. Of niet houdt. Mij boeit dat echt niet. Of ik nou wel een game of niet een game heb. En als ik hem daarna nog wil... Wel, als ik al een game van 4 jaar terug nog wil spelen en ik denk, oh ja, die had ik toen gekocht, dan moet die toch nu wel goedkoper zijn. Of dan dat je op een key site dat je hem dan goedkoper kan halen. Lijkt me sterk dat je nog steeds dan de volle prijs ervoor betaalt. Maar goed. Ja, je zou ook nog kunnen zeggen dat op Steam heb je hem eigenlijk ook niet fysiek. Want zeg maar, stel dat Steam opeens zegt, we stoppen ermee, dan is dat ook gewoon weg. Ja, oké, maar Steam is wel echt huge natuurlijk. Gezegd, ja. Ja, nee, dat klopt. Het is wel zo. Het is nog steeds niet een... Ja, het is nog steeds niet van jou eigenlijk. Nee, klopt. Maar ik heb ook een paar keer gewoon... Als je lid bent, ik heb een paar keer heb ik een Game Pass key weggegeven. Dus dan had je hem gewoon een maand of 3 maanden gratis. Vorige maand heb ik 3 maanden gratis volgens mij weggegeven. Dus er is nu iemand lid die 3 maanden gratis Game Pass heeft. En er zijn wel vaker keys die worden weggegeven. Dus en ik doe wel vaker samenwerking met hun. Oh, je hebt het dan wel gehad, Kevin. Kevin zegt, ik had een keer Game Pass, Hogwarts Legacy. Want Hogwarts Legacy was ook op de Game Pass. Oh. En toen verliep mijn Game Pass. En die game was nog gewoon wel van mij. Had ik ineens gratis Hogwarts Legacy. Wat chill. Cold Armor. Heat Armor heeft weinig nut. Ja, je kunt inderdaad beter Cold Armor maken, Jasper. Dat klopt. Ja, maar we hadden nog niet pijlfluids of zo, of wat we nodig hadden daarvoor. Dus ik dacht, maak gewoon armen. Ah, gotcha. Ja, die hebben we nu natuurlijk wel. Kan je 2 dingen tegelijk dan aan hebben? Nee, eentje maar. Oké, cool. Ik vind het mooi geweest. Ik denk dat we dit als soort van eerste gedeelte hebben. Ja. Wat heel nice is. En dat we volgende keer gewoon verder gaan. En dan misschien wel met andere mensen in de... In de community, of niet. Want ja, niemand heeft Game Pass blijkbaar. Of ik moet mijn save overzetten naar Steam. En hem dan daar halen. Dan ben je en verder met de updates. En er kunnen meer mensen joinen. Maar ja. Dat zie ik dan wel. Hoppakee. Dat zie ik dan wel. Ja. Dames en heren, ik wil jullie onwijs bedanken voor het checken vanavond met de stream. Morgenavond ben ik er weer. Dan gaan wij Eurotruck Simulator doen. Waarin de leden uiteraard weer kunnen meerijden. Dus het lijkt me gezellig als je daarbij bent morgenavond. Mocht jij morgenavond er niet bij zijn,
Dan wens ik jou een hele fijne week. En zie ik jou misschien volgende week dinsdag. Want aanstaande donderdag is namelijk geen stream. Ik hoop dat jullie het een beetje een geinige game vonden. Voor mocht je hem nog niet kennen. Het is nog veel uitgebreider dan dit natuurlijk. We hebben het topje van de ijsberg hebben we nu een beetje gecheckt. Maar goed. Ik zie jullie vast snel wel weer. En wens jullie een hele, hele, hele fijne week. En misschien tot morgen 19:30. Hier op youtube.nl/MilanKnol. Bedankt voor jullie support. Bedankt voor jullie donaties en het lid worden. Ik waardeer het. Shoutout naar Jordi. Rustig aan. Groetjes.